Goedenavond allemaal. Heel hartelijk welkom op deze KFPS College Tour, waarbij we weer fantastisch op locatie zijn. Zoals u allemaal wellicht ziet of herkent, staan we bij de Nieuwe Heuvel hier in Lunteren voor onze 12e College Tour. En vanavond hebben we weer een Fokkerscafé. En we zijn hartelijk welkom hier bij de Nieuwe Heuvel, waar maar liefst 12 Friese hengsten staan. Hier staan ze allemaal. En ook in de hal hiernaast nog een heleboel. En er zijn nog 200 boksen waar allerlei trainingspaarden staan. Die hier volgende week onder andere zeg maar, op de locatiekeuring weer te zien zullen zijn. We hebben op dit Fokkerscafé een viertal heren uitgenodigd aan tafel. En die wil ik graag even aan u voorstellen. En u heeft het begrepen, Suzanne Winter is er niet bij, maar die heeft ons beloofd dat ze volgend jaar met de College Tour zeker zal aanschuiven. Dus we hebben een gelukkig goede vervanging gevonden. Hier aan tafel met vier tafelheren. Welkom, Willem Lokhorst, Peter Spaan, Rien van der Schaft en Piet Bergsma. En ik zal ze even wat uitgebreider aan u voorstellen. Alhoewel de meeste ongetwijfeld bij u bekend zijn, is toch wel goed om even uit te lichten wat ze allemaal hier aan tafel komen vertellen. Ik begin met jou, Rien. We hebben afgesproken dat we een beetje je en jij. Dat is net zo makkelijk. Ja. Dat praat wel zo leuk. Rien, jij woont in Wenen-Wiesel, waar je samen met vrouw Inge en dochter Romy een trainingsstal hebt. Stal Sprengenhorst. En daar is plek voor zo'n 15 trainingspaarden, dressuurpaarden. Omdat we genoeg aandacht voor elk paard willen hebben. Geen grote stal, maar mooi klein met veel kwaliteit. Het hoogste dressuurniveau bereiken in harmonie met je paard. Dat is eigenlijk jullie doelstelling. Rien, zijn eerste ervaringen met Friese paarden die dateren van zo'n 30 jaar geleden. En ik heb het even opgezocht. Het was zelfs 32 jaar geleden in 1989. Toen jonge Friese hengsten voor het Centraal Onderzoek naar Ermelo gingen. En daar kwamen zo'n 100 jonge hengsten van de verschillende rassen bij elkaar. En werden daar 100 dagen getest. Jonge Rien was toen trainingsleider. En hij gaat straks hopelijk nog iets vertellen over hoe de Friese hengsten er toen bijliepen en vergelijken met nu. Hij reed in de dressuur een tiental paarden naar de Grand Prix en was lid van het Nederlands dressuurteam. Rien is ook anderhalf jaar bondscoach geweest bij het Nederlands dressuurteam en tegenwoordig bij de dressuurruiters in Finland. Bevlogen, enthousiast, veel gevraagd en gelukkig ook coach bij het project My Grand Prix, Nij Grand Prix. Waar onder andere Harmina Holweda en Marcia Dijkman ook in rijden. Hij ziet daar ook wat voor een succes de fokkerij is geweest voor het Friese paard in de dressuursport. Dus welkom Rien, geweldig dat je ook hier tijd voor ons hebt kunnen maken. Tegenover Rien zit Peter Spaan. Nou, eigenlijk hoeft hij helemaal geen introductie meer te hebben. Want jij bent in ons eigen Friese paardenland, Peter, wereldberoemd. En wereldwijd beroemd. Want wanneer er berichtjes van jou en vooral ook van Elias 494 op de website van Friso.com verschijnen, dan schieten de bezoekersaantallen door het plafond. Altijd, gegarandeerd. Jouw doorzettingsvermogen, zeg maar gerust jouw zendelingenwerk, om het Friese paard naar het hoogste dressuurniveau internationaal te rijden, is ongekend en het is ook gelukt. Je staat in de FEI wereldranglijst, zo hebben we even bekeken, op plek 216. Ja. Ja. En met Elias ben jij een ware ambassadeur. Het is ook niet voor niets dat jij onderscheiden bent met een zilveren KFPS-speld. Voor jouw verdiensten voor het Friese paard. En Elias werd ook eindelijk toch paard van het jaar, 2 jaar geleden. En hou nou maar op, zou je tegen mij zeggen. Van, ik volg hem hard, ik doe eigenlijk wat in mijn genen zit, wat me ingegeven is. Maar goed, je bent geboren in België, je woont in Groningen en je maakt furoren met een Fries paard. Dus alles dat bij elkaar, dat vinden we toch wel best wel bijzonder. Jij zal vanavond niet alleen over sport praten, Peter, maar ook over fokkerij. Want opvolgers van Elias, die heb je eigenlijk zelf in de opfok. Onder andere Jeroen Pol is daar een voorbeeld van. Hij is niet voor niets een zoon van Anders 451 en Adel 357. Nog weer drie hengsten die naar Grand Prix hebben geschopt. Naast Peter Willem Lokhorst. Voor de intimie is het Lokkie, heb ik wel begrepen. Jij bent van Stal van de Meikade uit Lunteren. En een bekende verschijning in de Friese paardenfokkerij.
Een hele bekende, graag geziene gast mogen we wel stellen. Want er gaat geen keuring voorbij of Willem is erbij. Met je eigen paarden in de baan en anders wel om te kijken of om bij te praten. Volgens mij ben je ook lid van, ik denk, alle fokverenigingen in Nederland zo'n beetje. Het noorden niet, de rest wel. Ja, precies. Ja. Om overal bij te horen en zo heb je ook, mis je niks. Je hebt een uitzendbureau in Pluimvee en je fokt eigenlijk nog maar, krap aan, 15 jaar met Friese paarden. Ja, ja, hè? Dus dat is eigenlijk relatief kort in onze branche, zou ik maar zeggen. Maar als je in de database van het KFPS kijkt, dat heb ik al even gedaan, dan kom je toch 95 paarden al tegen met de stalnaam van de Meikade. Dat geeft maar even aan hoe jij in korte tijd al heel veel gefokt en bereikt hebt. Op het cv van de Meikade staat al een KFPS stamboekhengst, Willem 508. Je hebt hem al even bezocht in de stal. Hij staat hier en hij staat er blakend voor. Dat top. Ja, hè? Ja, mooi. En ook model Mary Lisa van de Meikade is door jou gefokt. Zij staat in Amerika en is Fana paard van het jaar geworden. Al dat praten, Willem, ja, dat werkt ook zijn vruchten af. Want je bent ook mede-eigenaar van een van de jongste KFPS-stamboekhengsten, Fouke 520. Van sport weet ik eigenlijk niet zoveel, zei je me van de week aan de telefoon. Maar van fokken des te meer. En je hebt ook een neus voor kwaliteit. Dus ongetwijfeld dat dat ook een mooie bijdrage gaat leveren aan die discussie vanavond. Nou, de afgelopen hengstekeuring, we gaan even naar de overbuurman, Piet. De afgelopen hengstekeuring hebben wij jou eigenlijk voor het eerst in actie gezien als voorzitter van de hengstekeuringsjury. Een taak waar eigenlijk toch wel vol lof over gesproken is, dat je dat gewoon top deed. Een helder verhaal zonder franje. Zo kennen we jou ook. En dat is ook belangrijk als je op zo'n positie iets moet over die hengsten moet vertellen. Ja. Piet, jij bent melkveehouder in Zandhuizen. Inspecteur van het stamboek en hobbyfokker met drie oudere merries. Waarvan eentje al met pensioen is. Eentje zette al een paar weekjes geleden een mooi veulentje op de wereld. En je hebt nog een paar Entes en Twentes. Voor Piet zijn er drie prioriteiten bij de Friese paarden. Ras, sport en gezondheid. Daar gaan we het vanavond nog wel iets meer over hebben. Het zijn een leuke line-up van bijzondere kenmerken. De hele zomer ben jij druk geweest in de locatiekeuringen. En toen kwam de hengstekeuring. Nu ben je aan het verhuizen. Dus we zijn ongelooflijk blij dat je toch even tijd hebt gemaakt om vanavond aan tafel te schuiven bij ons. Voor deze leuke discussie over sport en fokkerij. Dat waarderen we, Piet. Ik heb voor de heren een hele rij vragen natuurlijk, waar we ongetwijfeld veel discussie over hebben. Maar om even lekker makkelijk van start te gaan, heb ik voor allemaal even kort een vraag, zodat we er wat in kunnen komen. Peter, ik wil graag met jou beginnen. Eerst natuurlijk met de vraag, hoe gaat het met ons paradepaardje? Met Elias. Met Elias, daar gaat het goed bij. Die is ondertussen al wat geacclimatiseerd hier in Nederland. Maar ik ga binnenkort terug op internationale wedstrijd in Opglabbeek. En ik wil eigenlijk kijken voor dit seizoen wat dat mogelijk is langs de dekkerij om hier en daar toch een wedstrijd mee te nemen. Ja. Want vorig jaar heeft het eigenlijk echt stil geweest. Hij is 12 jaar, dus ik denk dat is de mooiste leeftijd. En ik wil eigenlijk nog graag genieten ervan. Ja. Dus het dekseizoen is voor Elias ook weer volop begonnen? Ja, het is begonnen. De eerste merries zijn drachtig. En elke week komen er weer een paar bij. Ja. Dus daar gaat zijn gangetje. Goed zo. Ja. Mooi. Rien, voor jou ook even een vraag. We hebben het al even gehad over het Centraal Onderzoek, waar jij 30 jaar geleden bij betrokken was. Je was toen trainingsleider. Toen zag je ook alle Friese hengsten daar. Kun je daar eens over verhalen hoe dat toen was en wat jij nu aan Friese paarden ziet? Ja, ik mag nog even een kleine aanvulling geven wat ik je nog niet verteld had. Toen ik jaar 15, 16 was, had een vriendje van mij, die had wij hadden thuis geen paarden. Wij konden ons dat niet voorloven. Een vriendje van mij had een pony en een paard. Zijn moeder kwam uit Friesland, dus we hadden een Friese Mary Wietske heette. Dus waarschijnlijk heette er een heleboel Wietske, maar die heette Wietske. Ja. En Agen was een vriend van mij en die reed dus op Wietske dressuur. En ik weet wel, als wij dan naar een wedstrijdje gingen met zijn oude Citroën HI, die reed zijn moeder, zo'n busje. En dan in eigenlijk alle gevallen van die wedstrijd die ik me kan herinneren, kwamen we een beetje teleurgesteld op de terugweg. Want de jury had gezegd, dit is geen dressuurpaard en je rijdt wel netjes, maar dit of maar dat. Nou, toen ik denk ruim 10 jaar later
trainingsleider was bij de hengst in Ermelo, kwamen dus op één dag, ik geloof wel een stuk of 100 hengsten binnen. Hè, WPN'ers, ponies, tuigpaarden en Friezen. Dus het kan zijn dat het 1 of 2 dagen is, maar dat maakt voor het verhaal niet zoveel uit. En de meeste van die paarden moesten nog zadelmak gemaakt worden, waaronder ook de Friezen. En eerlijk gezegd, die eerste week dat ze niet zadelmak waren, waren ze het fijnst om te rijden. Want liepen ze tenminste, hadden wij het gevoel dat ze liepen. En ik weet wel dat de keuringscommissie van de Friezen, ja, daar was ik niet zo populair bij. Want ze vroegen mijn idee over die paarden en ik was daar echt niet enthousiast over. Ik vond het mooie paarden, ik vond het lieve paarden. En, maar voor datgene waar ik daar trainersleider was, moesten ze opleiden naar een dressuurniveau. Was het gewoon echt een klus om dat voor elkaar te krijgen. Met name om de galop te krijgen. Dat was, nou ja, lang verhaal kort, in die 30 jaar dat ik dus nu, zeker met het project My Grand Prix, Nij Grand Prix, veel meer Friezen zie. Hoewel ik er wel eens vaker, ik zie natuurlijk op concours, ook internationale concoursen, zie ik ook al steeds meer Friezen komen. Ik ben vaak in Zuid-Afrika geweest, waar ook een aantal hele goede Friezen liepen. Ja. En lopen nog steeds. Maar nu, de laatste jaren ook door mijn bondscoachschap in Europa, kom ik daar niet meer. En dan kan ik die ontwikkeling als dressuurpaard van de Friezen alleen maar heel positief vinden. Ik zie dat ze op een onvoorstelbaar goede manier zich kunnen dragen. Veel beter dan ze dus 15, 20, 30 jaar geleden naar mijn idee toen konden. Je kon het bij ze niet voor elkaar krijgen om fatsoenlijk te galopperen. En nu zie je toch een heleboel Friezen die dat op een hele goede, van nature al, op een hele goede gedragen manier wel kunnen. Ja. Dus dat is eigenlijk, maar ik moet wel zeggen, dat heb ik je ook gezegd toen je me uitnodigde, ik ben sporter, ik ben ruiter, instructeur en trainer op eigenlijk alle niveaus, ook tot aan het hoogste niveau. En ik heb niet veel verstand van fokkerij, maar kan wel zien het verschil tussen hoe het is, hoe het was en hoe het nu is. Precies. En waar we wellicht ook in de toekomst nog wat energie op zouden kunnen zetten. Uiteraard. Om het zo maar even te zeggen. Dus dat is ook precies je rol, Rien. Dank je wel. Willem, even aan jou de vraag ook. Wat voor rol speelt sporten voor jou in fokkerij? Ja, wel belangrijk. Sowieso de hengsten die ik gebruik. Wat voor niveaus lopen, wat ze bereikt hebben. Wat ze punten hebben gehad in de verschillende disciplines. En hoe ze dan verder het traject doorlopen. Als ze goedgekeurd zijn, naar het zet toe en zet zwaar en zo verder. Ja. En welke hengsten dat talent wel hebben en welke toch een beetje blijven hangen. En, dan ga je wat keuzes maken in je fokkerij. Is dat nu anders dan bijvoorbeeld 15 jaar geleden? Ja, dat denk ik wel. Toch wil meer vragen naar mooie dressuurpaarden, goede dressuurpaarden. Dus daar hoef je niet alleen maar op in te spelen, maar je kunt een beetje een mix maken, zeg maar zeggen, van in wat hengsten die zeg maar dressuurmatig goed te bewerken zijn. Mm-hmm. En meer paarden richting keuringspaarden, zeg maar zeggen, extreemmatig mooi. Ja. Perfect. Piet, wat zijn de succesfactoren, denk je? Ook een beetje gedacht vanuit je hengsten selectietraject. Wat zijn succesfactoren dat paard toch zo geschikt is geworden voor die sport? Nou, ik denk dat wij, niet op borsten kloppen van de jury, maar dat wij toch de laatste jaren behoorlijk geselecteerd hebben op paarden die goed kunnen bewegen. Ook aan de hand. Een beweging aan de hand en een beweging onder het zadel is niet altijd hetzelfde. Maar er zitten toch wel factoren in waar je kunt zien van een paard dat aan de hand loopt. Dat hij ook dressuur kan lopen. Bijvoorbeeld het achterbeen gebruik. Dat zou je ook onder het zadel doen. Een paard wat door zijn rug. Vroeger had je paarden die wat week in de rug waren. Nou, zo'n paard kan nooit kantelen in zijn bekken. Dus die drukte zijn achterbeen naar achteren toe en nooit naar voren. Hetzelfde een paarden met een hele verticale hals. Ja, ook daar zijn we gelukkig iets minder in geworden. Een paard Fries willen we graag met een verticale hals zien, maar ook niet meer te verticaal dat hij achterover gaat kantelen. Want ja, daar kan een ruiter, maar ook een tuigpaardenman niet veel mee. Nee. Dus eigenlijk zeg je van, in het ras hebben we toch in de halstand wat verbeterd. Vind ik wel. In de achterhand, zeg maar het motortje wat erachter zit. Ja, het motortje is een stuk verbeterd. Ja. Ja. En wat zijn nu aandachtspunten? Je zegt om stapjes verder te komen. Ja, aandachtspunten. Dus ik denk toch het achterbeengebruik dat we daar toch wel op blijven naar kijken. En dat kan niet beter als beter worden. Ja. Dat wil je beter hebben. Is dat ook wel iets wat jij herkent, Rien? Dat het nog beter kan? Ja, zeker. Ik benoem het misschien anders. Ik heb altijd het gevoel dat heel veel Friezen hun achterbeen heel goed gebruiken, maar dat de verbinding tussen de voor- en achterkant, dat het zwakke punt is. Dat de lendenpartij, een stukje achter het zadel,
Maar nogmaals, ik ben geen exterieurkenner, ik ben geen fokker. Maar mijn gevoel als ruiter zegt me altijd dat het buigen van de achterbenen eigenlijk wel goed is. Maar dat het lendenpartijgedeelte, en dat kan ik me helemaal voorstellen wat Piet zegt met die verticale halsstand, dan wordt dat steeds dieper natuurlijk. Hoe verticaler die hals wordt, hoe eerder die lendenpartij dieper wordt. En ik heb het gevoel dat het gebruik van het achterbeen niet zozeer het probleem is, maar het week zijn in de lendenpartij, dat... Naar mijn idee, als ruiter voel ik net alsof je in een gat komt te zitten in plaats van dat je opgetild wordt. Ja. En als ruiter wil je graag gedragen worden. Ja, exact. Ik zie jou ook knikken, Peter. Of... Ja, ik kan er helemaal in volgen. En als ik zelf aan het selecteren ben en aan het uitzoeken ben om nieuwe paarden, om ergens weer mee te beginnen, dan is dat voor mij een van de hoofdzaken, is te kijken hoe dat ze hun bovenlijn gebruiken. Hè. Want het gaat eigenlijk dan nog niet eens echt om het... tweedimensionele, hoe dat het er precies uitziet, ook hoe dat ze het kunnen gebruiken. Ja. Het gebruik, het functionele gebruik van het achterbeen, of dat je het dragend of stuwend kan gebruiken, hangt echt vanaf hoe dat ze de bovenlijn, als de bovenlijn omhoog kan komen, dan kan het achterbeen eronder doorlopen. Heel simpel. En alles wat fout gaat, eigenlijk in de dressuur, tenminste het grootste gedeelte wat fout gaat, is altijd daar. Als de bovenlijn niet functioneert, dan wordt die aanleuning moeilijk. Dan wordt de achterkant moeilijk. Als de achterkant niet aan het dragen is, gaat de voorkant weer verkeerd. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk, dat die bovenlijn goed in elkaar zit. Ja. Hey, heb jij het gevoel dat we daar in de fokkerij voldoende aandacht ook aan besteden? Ik denk in principe, ik hoor iedereen er altijd over praten, dat die bovenlijn, die willen we sterker. Hè. Natuurlijk, het achterbeen wil iedereen krachtig, hè, maar het moet altijd bewerkbaar, bruikbaar zijn. Hè. En soms dan zie je ook paarden die wel qua exterieur een goede bovenlijn hebben, maar als je erop gaat zitten, is dan weer dat ze het bijvoorbeeld heel strak gebruiken allemaal. En dat ze heel veel kracht kunnen maken, maar die heel moeilijk te bewerken is. En dan zie ik dat dikwijls met die halsstanden die te verticaal komen te staan. En daardoor eigenlijk ook weer die bovenlijn op slot trekken. En dan krijg jij, doordat die bovenlijn eigenlijk strak is, kan het achterbeen er niet mooi onderdoor, maar dan tillen ze die achterbenen heel hoog op. En dan krijg je een mooi beeld van een spronggebruik, maar niet mooi naar voren toe. En ik denk dat daar zo'n stukje is dat je die drie dingen samen moet pakken. Bovenlijn, achterbeengebruik en halsstanden. Ja. Die horen toch altijd samen. Ja. Ja, we hebben bij Friese altijd, zoals ze een hele strakke lendenpartij hebben, dan zijn ze niet soepel in de bovenlijn. Ja. Dat is bij een WPN-paard toch wel anders. Als je een WPN, die mag je een strakke rug hebben. Maar bij een Fries kun je toch niet echt een hele strakke rug hebben. Want dan mis je toch ook de souplesse in de rug. Ja. Ja, het is de combi. Ja, dus hij mag een beetje week zijn in de rug? Nee, niet week. Maar het moet wel een vloeiende lijn zijn, maar hij moet niet strak zijn. Niet gedreven? Nee. Niet en gedreven. Moet gewoon gelijk in de dressuur, die swingende beweging. Ja. Als je ze in vrijheid ziet lopen, kun je ze toch heel snel inschatten. Maar er zijn heel veel mensen die toch altijd kritiek hebben over de kooi, dat ze daar niet goed kunnen inschatten. Eigenlijk vind ik het wel heel mooi om het in de kooi te zien. Maar je kunt precies zien hoe ze hun bovenlijn gebruiken en hoe ze tot stilstand komen, weer weggaan, hoeveel kracht dat er geproduceerd en hoe snel ze terug in balans zijn. Hè? En dat zijn natuurlijke balans is. Ja, vind ik heel mooi in die kooi. Ik zie een paard heel graag vrij lopen. Ja. Als ik mijn paarden longeer thuis, dan longeer ik, tenzij die te knettergek is, maar in principe longeer ik ze bijna altijd vrij. Ja. Zonder bijzet dat ik het voor hun natuurlijke balans ontzettend goed vind. Ook met Grand Prix paarden. Ja. Dan vind ik dat die paarden echt hun natuurlijke balans blijven terugvinden en ik bekijk ze daar elke keer nog op. Ja. Als ik bij een paard ga kijken voor de koop, wil ik hem echt vrij zien. Vrij zien. Dat ik, als hij te fris is, wacht ik tot de frisheid over is. Ja, niet met een rammelbakje. Alsjeblieft, niet met een rammelbakje stampen. Ja. En gewoon op een natuurlijke manier laten lopen. En dan kun je toch hun natuurlijke balans zien en hun bovenlijngebruik, ruggebruik. Ja. We noemen het geloof ik altijd ruggebruik. Ik noem het altijd bovenlijngebruik, maar dat zeiden jullie ook al. Hè? Dat is hetzelfde, hè? Het is hetzelfde, ja. Dat van die bovenlijn, datzelfde, dat een stuk dat belangrijk is. En niet met een rammelbakje, zegt Peter, er dan speciaal bij, Piet. Nou, daar hebben we het zo net al even over voordat we in de uitzending waren. Het was nu bij de eerste bezichtiging. Het is, ik denk, voor het publiek, voor de mensen zelf en voor de eigenaren is het niet leuk dat er geen publiek bij is. Maar ik denk dat het voor ons als jury en voor de paarden beter was dat er geen mensen bij zijn. Het is vrij rustig en je kunt de paarden heel goed beoordelen. Ja, veel meer natuurlijk. Zonder dat mensen op de tribune zitten te stampen of met een rammelbakje. Daar hadden we het net over.
Ja. Je kunt echt de paarden in een natuurlijke beweging zien. Precies, zien, ja. En jij hebt denk ik ook naar gekeken, denk ik, Willem, naar de eerste en de tweede bezichtiging. Ja. Getwijfeld. Als je het over aandachtspunt hebt, dan vind ik toch de stap ook wel een aandachtspunt. En, of dat hij dan te streng beoordeeld wordt of niet, maar in verschillende testen, ook de ABFP-test en de IBOF, dan zie je toch veel paarden met een zesje. En als je dan gemiddeld een 30 paarden uitrekt, dan kom je gemiddeld op een 6,5. Ja. Dat vind ik toch maar matig. Er zitten dan natuurlijk wat uitschieters bij wat naar beneden, maar ik denk dat het toch wel een aandachtspunt is. Ja, meer beter op stap letten. Ja, en ook wel hengsten gebruiken die, die doorerven. Ja, die doorgegeven, zeg maar. Of de goede combinatie gebruiken. Ja, is dat ook iets wat jullie ervaren, dat de stap van de Friese paarden beter kan, moet? In principe moet die stap echt wel verbeteren. Hè? Als we ze gaan vergelijken met warmbloedpaarden, dan een heel opvallend ding is dat ze niet zo ruim kunnen stappen. Hè? Er zijn wel die iets ruim kunnen stappen, maar warmbloedpaarden die kunnen gewoon dubbel zo ruim stappen. En die kunnen veel meer echt door het lichaam stappen. Dekken en de bodem. En dan denk ik, ja, wat is de definitie van een goede stap? Hè? Hoe beoordeelt je een goede stap? We moeten heel, ten eerste, de tak moet heel mooi zuiver zijn. Hè? Dat is altijd heel, heel belangrijk. Maar hoe dat ze het voorbeen mooi wegzetten. Vaak zijn het wel excellente dravers, hè? Die dan wat korte stappen, wat heter, wat gedreven is, zullen we zeggen. Maar toch zijn vaak wel weer goede dravers. Ja, maar toch zie je in die Duitse stamboeken dat ze en heel goede dravers hebben en heel goede stappers hebben. En, ik denk ook dat dat heel afhankelijk is van hoe je het paard, als een paard in opwinding goed draaft, dan valt hij vaak onder het zadel tegen. Maar als je hem gewoon vrij goed in ontspanning goed ziet draven, dat wil niet. Dan is de stap niet een tegenpol van de draf in mijn ogen. He, snap je wat ik bedoel? Dus de stap en de draf hoeven niet tegenpolen te zijn. Maar we hebben ook hengsten genoeg die wel goed kunnen stappen. Dat zal. Ja. Een beetje de combinatie gebruiken en dan denken. Ja. Maar of misschien dat toch een tikkeltje te streng beoordeeld wordt. Denk ik wel eens. Ja, wat Peter zegt, ben ik mee eens. Die stap eigenlijk bij de meeste Friezen ten opzichte van de draf en de galop minder vooruit is gegaan. Dat denk ik wel. Maar nogmaals, dat is mijn beperkte mening over de fokkerij van Friesen. We buigen het positief. Hè? We zeggen, waar zijn dan dingen waar we nog aan gaan werken komende jaren? Is het voor die dressuur belangrijk? Ik denk dat ook. Dat denk ik toch dat het een beetje achteruit gegaan is. Tenminste, ik ben ook nog maar 20 jaar ermee bezig. Maar als ik zie gewoon gelijk dat die generatie waar ik mee begon, vond ik dat die meer ruimte hadden door heel hun lichaam. En dat vind ik dan weer, de aandacht wordt gevestigd op veel spronggebruik in die stap. En ik weet niet of de ruimte en het wegzetten van het voorbeen bevordert. Hè. Dus gelijk in de draf zeggen ze, kijk even ook hoe dat ze het achterbeen gebruiken. Niet alleen maar naar het voorbeen, maar de stap vind ik ook heel belangrijk. Hoe zetten ze dat voorbeen heel mooi weg? Hè. En dan krijg je dat paarden die het voorbeen mooi wegzetten, niet heel veel spronggebruik hebben op dat moment. Hè? We hebben nu ook een aantal hengsten gehad die de stap echt heel kort maakten. Ja. Dat wel excellente sportpaarden waren, maar dan in andere discipline. Ja. In dressuur wil je toch wel een paard hebben die minder, die ruim stapt en ook het voorbeen goed wegzet. Ja. Want herken jij dat, Piet, dat ze hun zeggen van ja, die stap, daar moeten we wel wat aan werken? Ja, er zijn nu een aantal hengsten geweest die toch de stap korter hebben gemaakt. En die paarden, die nakomelingen, die stappen kort. Ja. Maar ze hebben ook weer andere dingen verbeterd, gelukkig. Ja. Stapje. Ja, ik vond ook in het laatste onderzoek dat al die hengsten goed konden stappen. Ja, vond ik echt waar. Ja. Ja. Compliment. Vond ik echt dat daar de aandacht wel naartoe ging. Ja. De stap is heel belangrijk. Ja. Want de selectie, zoals we die bij de hengsten hebben, de eerste, tweede bezichtiging, en de voorrijdagen komen van het zomer aan. Ik heb je ook wel eens horen zeggen, Willem, die eerste, tweede bezichtiging, dan wil je toch een goede sporthengst ook kunnen herkennen. En dan zie je wel eens hele goede hengsten in de baan lopen, die het dan misschien net niet redden. Ja, dan vergis je wel, zie je zo'n hengst mooi opwaarts lopen. Ja. En goed van achter eronder. En dan, vroeger gingen dan de mensen voor op de bank staan, zou ik zeggen, en klappen. Denken we, wat een aparte hengst. En dan komt hij op de vorige dag onder het zadeltje. En dan kijk je in je boekje nog eens een keer. En dan denk je, was dat er nou? Ja. Ja. En dan valt hij niet meer op. En dan hoop je dat zijn hengst nog verbetert gaande de vorige dagen. Maar vaak zijn ze dan door de mand gevallen. Dan denk je, mooi touwtje spaart en erop klappen. Maar dan onder het zadel valt het allemaal een beetje tegen. Als het echte werk moet gebeuren. Dat heb ik zelf ook wel eens gehad natuurlijk. Ja. Ja. Want
Kun je dat oplossen, Piet, of niet? Is dat een... Nee, dat hebben we opgelost door de voorrijdagen. Ja, goed, dan vallen ze door de mand en dan vallen ze er ook uit. Ja, ja. Helder. Hey, want een paard aan de hand in de kooi is toch duidelijk iets anders dan onder belasting, onder zadel? Of... Ja, een beetje bluff, hè? Ja. Bluff op. Ja. Kan. En als we dan over die voorrijdagen praten, dan praten we over, hè, dan gaan ze over het algemeen onder het zadel. Sommigen zeg maar voor de menkaar. Wij maken geen onderscheid in fokkerij of het nou over mennen, rijden of tuigen gaat. Feitelijk gebruiken wij hetzelfde paard voor alle drie de disciplines. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met het KBPN, daar is het duidelijk gescheiden. Is een tuigpaard en een dressuurpaard te vergelijken, ook qua fokkerij? Ja, dat weet ik niet. Dat moet je mij niet vragen. Dat weet ik niet. Ik vind het heel, heel verwarrend als dat in drie disciplines in één paard moet zitten. Dat vind ik heel moeilijk. Het lijkt mij heel moeilijk. Ja. Hoe zie jij dat, Peter? Het lijkt mij moeilijk. Ik moet zeggen dat ik ook wel kan genieten om naar zo'n tuigpaardenwedstrijd te kijken en naar de spektakel te kijken. Want daar gaat het echt om spektakel. Hè? Dat het paard gewoon geweldig van de grond draaft en zich showt en die hals er mooi opzet. En in dressuur gaat het toch altijd over expressief, maar liefst niet spectaculair. Het moet heel correct in lichaamsgebruik zijn. En weer, dan kom je weer op die bovenlijn waar dat je in dressuur heel graag die swingende bovenlijn hebt. En dat is ook weer het verschil met het tuigpaard, waar dan heel veel aanspanning maakt in zijn bovenlijn. Maar op dat moment denk ik, als je erop gaat zitten, dan denk ik dat stuk uit spanning of uit strakheid gebruikt wordt. Hè. En dat veroorzaakt dan eigenlijk die hele spectaculaire beweging. En dat is dan het verschil, denk ik, bij dressuurpaarden die dan misschien iets slapper zouden overkomen. Dus zeggen, die is niet zo krachtig. En dat die tuigpaarden misschien veel krachtiger zouden overkomen. En ik denk, er zijn voorbeelden, tuurlijk zijn er voorbeelden die tuigen en dressuur doen op het hoogste niveau. Ja. Hè? En dat zijn paarden die, denk ik, heel, heel makkelijk terug in losheid en losgelatenheid zo'n lichaam kunnen gebruiken. Maar ik heb zelf mijn ervaring gehad met paarden die ook in het tuig meeliepen en waar ik dressuur op reed. En dan moet ik zeggen, dat was toch altijd eventjes aanpassen. En dat zijn paarden die ook bijvoorbeeld op kleine prikkels heel snel opgenaaid raken, die tuigpaarden. Hè? En dan maakten ze hun mooi. Maar dressuurpaard, die moeten natuurlijk ook op kleine dingen reageren, maar die moeten ook weer heel snel terug ontspannen zijn. Hè? Die moeten niet erin blijven hangen. Ja, ja. En dat is dan wel weer het verschil, denk ik, dat als ik dan zo in die lijnen ga kijken, dan zie je gewoon waar dat juist die... En dat zijn dikwijls ook de keuringspaarden, hè, die door niet zo heel veel nodig hebben en dan direct zich heel mooi maken. Ja, weet je, en dan die verkort onderzoek, hengsten hebben toch andere kwaliteiten? Die hebben andere kwaliteiten. Als keuringspaarden. Ja. Ja. Dit zijn heel andere. Ja. Ja. Ik heb me ook wel eens vergist dat ik denk van... een goed zadel paard, denk ik, nou, mooi, luxe en slank. Weet je niet, hoogbenig, denk ik, nou, die zou voor de kamer niet helemaal meevallen. Maar dan deed hij voor de kater ook nog super eigenlijk, weet je niet. Ik krijg toch in vergist, denk je, hij is gebouwd dressuurmatig eigenlijk. Dan zie je de laatste jaren die verrichtingstoppers, die hebben ook allemaal hoge punten aan het zadel. En voor de kar ook hoge punten. Exact. Dus het kan wel in één. Het kan wel in één. Maar meer die paarden waar hij op doelt, die verkort onderzoek hengst, denk ik, die hebben natuurlijk, ja, datgene, dat missen misschien die andere paarden wat voor de hogere dressuur verderop. Ja, de vraag is, zeg maar, zou Elias ook niet misstaan in een tuigwedstrijd? Ik denk bij Elias, voordat ik ermee begonnen ben, hebben ze ook wel gemend en vooral aangespannen met hem gedaan. Hè. En ik denk ook met veel paarden waar ik mee gereden heb, hebben ze aangespannen werk gedaan. En ik vermoed wel dat die ook zou kunnen tuigen. Maar ik weet niet of dat die zo goed gaat zijn als eisen. Hè. Nee. Dus ik denk, elk paard heeft zijn specialiteit. Maar het is toch een specifiek lichaamsgebruik wat dat die tuigpaarden juist de uiterste aanspanning laten zien. En ik denk dat daar... Ik heb er al heel dikwijls over nagedacht, over het spronggebruik. Omdat ik daar heel dikwijls hoor terugkomen, keuringen, mooi spronggebruik en zo. En in dressuur dan hebben we het altijd over spronggebruik. Als er buiging in de gewrichten komt, dan komt verzameling. En dan gaat het paard met zijn gewrichten buigen. En als ik dan hoor dat ze op keuringen over 3-jarigen gaan praten over buigingen in de gewrichten,
dan vraag ik me af, is dat dan dezelfde buiging als de verzameling die dat wij uiteindelijk willen zien? Of is dit weer een andere, gewoon een rastypische beweging? Spraakgebruik, hè? Ja. Ja, een rastypische beweging. Ja. Die typisch voor het Friese paard is. Nou, we willen graag zien dat het spronggebruik gebruikt wordt. Ja. En ik denk dat het beide... Dat dan is het een rastypische beweging. Want als ik dan uit ervaring spreek van de paarden die dat ik getraind heb of die dat ik van leerlingen gezien heb, dan zie ik heel dikwijls dat paarden die heel veel spronggebruik hebben, dat het soms zelfs ook nadelig kan zijn voor bepaalde dingen, gelijk het galopperen, de paarden zich eigenlijk... te grote inspanningen moeten doen om het geheel achterop te krijgen. Hè? Ik denk wat jij zegt, dat dat met elkaar te maken heeft. En ik denk dat als een paard zich goed verzamelt, dat spronggebruik maar één onderdeel is. Want hij moet ook zijn hoge gewrichten van de achterhand natuurlijk gebruiken. En juist met name in het galopperen heeft een paard natuurlijk nodig dat hij een klein beetje dat doet in zijn bovenlijf. Dus dat hij ook zijn hoge gewrichten van die achterhand mee laat doen. En naar mijn idee is dus een paard wat voor een wagen loopt, ben ik helemaal niet in gespecialiseerd. Ik vind het mooi om te zien, ik klap ervoor echt. Maar dan is die meer stuwend aan het lopen. Juist. En dat kan die opgericht doen. Hè? Dan kan die met zijn hals oprichten, zijn schouder oprichten. Maar het doet niet zakkend achter de hoge gewrichten gebruiken. En dragend lopen. Dus bij het dressuurpaard, wat wij dus naar streven, is dat een paard met gewicht van de voorhand afkomt en dat hij dat gewicht overneemt met zijn achterbenen. En dat kan hij niet alleen met zijn spronggewichten doen, dat zal hij met al zijn gewichten van die achterbenen moeten doen. En dan kan hij tot dragen komen. Juist. En ik denk dat een paard voor de wagen in het grootste gedeelte van de tijd met een stuwende gang loopt. Ja. Ondanks dat hij wel zijn schouders op kan tillen, maar niet zijn voorhand ontlast met haar gewicht. Helder. We krijgen even een drankje, wat spraakwater, heren. En dat is voor mij ook even de gelegenheid om het WhatsApp-nummer even te noemen. Voor mensen die vragen willen stellen aan dit prachtige panel. Die kunnen een appje sturen aan het nummer van het KFPS in Drachten. Maar ook, dat gaat, de techniek staat voor niks, ook in WhatsApp-vorm. Dus 0512-523-888. Dus als jullie vragen hebben... Want anders zit ik hier ook maar als enige dame in dit herengezelschap. Dus help me een beetje. 0512-523-888. Willem, hoeverre test jij de sportaanleg van jouw merries? Want we hebben het al, je zei het al even, ABFP, IBOP. IBOP, ABFP. Ja. Krijg jij daar een goed beeld van? Dat je zegt, dan weet ik ongeveer wat voor vlees ik in de kuip heb. De voorbereiding doen we zelf. Zadelmaak maken. Ik kies vaker voor een IBOP of voor een ABFP-test. Als die geprikt wordt, dan natuurlijk voordeel, want je merrie beleert alles. Ja. Anders dan vind ik het fijner om een paard zelf op te leiden en zelf een goede ruiter te zoeken. En dan probeer ik het maximaal eruit te halen. En het lukt natuurlijk niet altijd, maar ik krijg toch wel een beeld van... Van hoe ze het doen. Ja. Want het is een lastige combinatie, dat roepen dan veel fokkers toch wel. Fokken en sporten, het is vaak het een of het ander. Dus met de keuring net zo, een keer een jaar overslaan of zo, een keer merrie. Een keer voor een test. Ik dacht het verleden ook wel eens, nou, het gaat nog net wel, weet je niet. 3 maanden of het is een paar maanden verder nog even een testje, maar ik kom er wel van terug. Ik vind toch, ja. Je kunt wel zeggen, het kan allemaal wel, maar net even de laatste puntjes erop, dan moet de paard toch een topconditie wezen. Ja. En dat gaat niet dat je draagter bent. En daarna, zeg maar, qua sportpredicaat, is dat ook iets waar jij, wat jij graag bij je paarden wilt hebben? Ja, bij je merk? Waar dan? Ja, hè? Natuurlijk, als die verlopen kroon is, jouw meer dan 37 punten, is natuurlijk definitief kroon. Dat is ook belangrijk. Maar je hoopt natuurlijk een klein beetje extra ook voor de toekomst. Als een paard nog eens hoger opkomt, dat hij een keer een dubbel A of een triple A heeft. Ja. Dat je dan nog een keer wat kan compenseren op de bouw. Dus je komt wat tekort in de bouw en dat je dan die triple A kan gebruiken. Als wisselgeld noem ik het dan maar. Precies. Ja, dus het is wel op zich een mooi systeem. Het moet wel eens een keer wennen, maar... Ja. Zo'n hengst als Elias, heb jij die ook gebruikt? Nee. Nee? Oeh. Want? Oh, ik vind het helemaal geen slecht hengst. Ik vind het een supermooie hengst, maar... Ja. Maar? Ik heb ook wel veel gezien en heb ik ook wel een beetje als gedacht van, zou ik hem een keer gebruiken? Ja, dan heb je natuurlijk weer andere hengsten of jonge hengsten die dan weer gebruikt zijn. Ja. Maar ik vind het een supermooie hengst. Maar het is een beetje een wisselwerking. Het is een superpaard en een topruiter. Dat, ja. Ja. Dat is natuurlijk samen. Ja, een ruiter doet dan een hoop. Ja, maar het is ook een goed paard. Ja, ik denk dat wij na de tijd even met z'n drieën nog praten. Hè? Want dat moet even, gaat even gebeuren. Ja, doen we even wisselen. Ja. Deal. Ja. Ja, want dat is toch zo'n dingetje, dat zeggen we wel. Die ruiters doen een hele hoop. Kan elke ruiter een paard naar een sportpredicaat rijden? Ik denk het niet.
Sportpredicaat wel, denk ik. Ja. Ik denk gewoon het verschil is niet altijd heel duidelijk bij alle focus waar dat sport is, of elite is, of Grand Prix is. Hè. Dus gelijk dat iedereen het paard uitkiest voor zijn doel, zo wil ik natuurlijk mijn Fries uitkiezen voor mijn doel. En mijn doel is liefst naar Grand Prix te gaan rijden. En ik ben nooit aan of met kleine groepen tegen andere Friezen aan het rijden, maar hoofdzakelijk ben ik met tegen warmbloeden aan het rijden. Dus ik ben daar altijd aan het kijken, wat heb ik nodig om mee te kunnen draaien met de warmbloeden. Hè? En dan kan ik ook begrijpen dat mijn paard misschien ook afwijkt van hetgeen wat de grootste groep in het Friese paard zoekt. Hè? Maar ik denk, één ding waar dat zo'n elite paarden of Grand Prix paarden echt aan kunnen bijdragen in de fokkerij, is denk ik gewoon het feit dat het echt bewezen interieur is. Hè. Een paard moet gezond zijn, een paard moet sterke gewrichten, sterke spieren hebben, hij moet uithouding hebben, doorzetting, want anders haalt hij Grand Prix niet. Hè. Dus, en al die interieurkenmerken die zijn heel moeilijk vast te leggen in grafieken of zo, want je hebt weinig informatie erover, maar je hebt wel alle informatie over welke paarden dat er Grand Prix lopen en uit welke lijnen komen zo'n paarden. Hè? Want er is ondertussen een lijst van 55 Grand Prix paarden, waarin dat je dan misschien toch kunt kijken. Als het dan om karakter gaat, mensen denken met Grand Prix paarden dat altijd dat er een beetje rare paarden of een steekje los hebben of zo. Maar mijn Elias en mijn Adel, dat zijn allemaal paarden waar dat ook een recreant op kan gaan zitten. Want ze zijn gewoon heel mooie, aangename dieren. Dat Elias bijvoorbeeld op de hengstekeuring opgenaaid is omdat er heel veel rammelbakjes zijn en zo, dat geeft niet zijn karakter op dat moment weer. Hè? Maar als ik gewoon zie wat de afzetmarkt van het Friese paard is, dat recreanten ermee moeten kunnen rijden. Die willen alle dagen plezier hebben van die paarden en zo. Hè, die willen lang plezier hebben. Die willen niet een paard hebben wat tot 10 of 11 jaar en dan dat het afgelopen is. Hè, die willen gewoon toch een gezond, sterk paard hebben. En dan moet je denk ik die groep van die verkort onderzoekshengsten niet gaan vergelijken in beweging en exterieur. Maar je moet hem, denk ik, als een meerwaarde zien qua interieur. He, dat die gewoon toch duurzaamheid en karakter. Ja, en gewoon aangename werkers zijn. He. Ja. Ja. Dat is wezen. Dan kom je een beetje op het stokpaardje van Piet terecht, denk ik, of niet? Ja. Ja. Paarden, ja. Als je in de koeienfokkerij kijkt, dan denk ik, is het ook precies hetzelfde. Wij willen een duurzame koe die lang meegaat, maar met een paard toch ook zo. Als je een paard koopt, dat is een heel bedrag wat je besteedt aan zo'n paard. En dan weet je toch niet graag dat hij ziek wordt en dat hij met een jaar of 8, 9, dat hij niet meer verder kan. Ja. Want dat is niet de bedoeling. Het is toch duidelijk dat we op zoek zijn naar paarden die lang meegaan en die veel kunnen doen. En hoe doe je dat met de hengstenselectie? Kun je daar iets mee doen? Ik denk dat je naar de moederlijn kijkt en ook naar de vaderlijn van gaan ze lang mee, gaan ze niet lang mee. Maar dat is moeilijk te meten. Ja, dus dan spreekt eventjes de fokker Piet, zou ik maar zeggen. Ja, dat is moeilijk, echt moeilijk te meten. Je kijkt wel, heeft een paard goede benen? Dat is het eerste waar je naar kijkt. Ja. Dat is ook het belangrijkste onderdeel van het paard. Tenminste in mijn ogen. En dan kijken naar de bovenlijn, is die sterk genoeg? Ja. Een paar met een weken bovenlijn, zijn hengsten moet je dat niet meer willen. Nee. En gezondheid is ook dan zo'n item. Ja. Dat is ook zo'n dingetje, dat is toch behoorlijk? Ja. Ja, ik hoop dat er straks meer onderzoeken komen, of die zijn er wel, maar naar slokdarm en dat soort zaken, dat we dat kwijtraken in ieder geval. Op den duur, dat raak je niet 1, 2, 3 kwijt, nee. Maar op den duur wel. Als dat gen is gevonden, dat bestaat uit meerdere genen, heb ik begrepen. Ja. Als dat is gevonden, dan zijn we toch al een heel stuk verder. Ja. Want dat is aorta-ruptuur, dat is een dingetje. Maar ook de slokdarm gebeuren, dat is ook wel een dingetje. Staartmaan-eczeem. Niet te vergeten. Staartmaan-eczeem. Ja. Ja. Ja, goed, dan heb je daar nog weer dekens voor, maar dat is ook geen pretje. Nee. Daar willen we toch wel vanaf. Ja. Hou je daar rekening mee, Willem? Kan je daar iets mee in de fokkerij? Gezondheid sowieso? Ja, zeker wel. Hoe doe je dat? Selecteren. Bij de merries? Bij de merries. Ja. En ook wel hengsten, dat je een beetje
De selectie maakt gezondheid. Net wat Piet zegt, beenstand, beenwerk, ja. Gezondheid. Je weet toch wel bepaalde lijnen dit en dat. Ja. Bepaalde hengsten. Weet je dat genoeg? Jawel. Ja. Als je veel fokkers met elkaar praat. Je hoeft een hengst niet af te branden, maar als je maar iets weet over een hengst. Exact. Dan kun je misschien juist wel of niet op die merrie gebruiken. Ja. Zijn daar gegevens van? Röntgenfoto's en zo van alle hengsten? Doen jullie dat? Ja, ja, de hengsten worden allemaal röntgenologisch onderzocht. Voordat, dat is ook een belangrijke basis. Hè? Zeker. Voordat ze naar het CO kunnen. Ja, en dan correcte beenstanden en goede röntgenfoto's. Dat scheelt al een heleboel, denk ik, bij het gebruik. Ja, dat moet sowieso. Ja. Ja, dat moet, ja. Dus komen ze niet verder. Ja. Nee. Hey, en onverwant hengsten gebruiken, is dat ook aan jou besteed? Dat je zegt, ik kies daar toch iets meer voor? Heb ik nooit gedaan, maar er komt wel wat van terug. Ik bijvoorbeeld oma zag afgelopen jaar de merries en de hengsten weer. Dan denk ik, ben misschien toch eens wat vergeten. Om een keer zo'n hengst te gebruiken met een laag verwant. Zoals Faber vroeger vond ik een mooie hengst. Ja. En, dus ik zit eigenlijk een beetje te hopen dat het nog een keer nakoming komt van oma. Laag verwant en dan ga ik die zeker gebruiken. Volgens mij zitten er nog een paar in de voorrijdagen. Want bij deze selectie is het ook wel een aandachtspunt, Piet. Jullie letten er extra op. Ja, verwantschap wordt steeds belangrijker. Want ja, we gaan steeds iets omhoog. En dat is, moet eigenlijk niet. We moeten iets naar beneden. Ja, dus dat betekent als er goede hengsten zijn die onverwant zijn, dat ze een plusje krijgen? Die krijgen een klein plusje, ja. Ja, ja, maar ze moeten extra jaarmatig wel goed zijn. Ja. Maar heb je het gevoel, Willem, dat onverwante hengsten ook dezelfde kwaliteit hebben? Als, Nou, ze zijn natuurlijk niet voor niks onverwant, hè. Komt ergens vandaan, natuurlijk in het verleden minder gebruikt. Ja. Daarom zijn ze onverwant. Geen hoogverwant hengst. De voorouders veel gebruikt, de vaders en de moeders ervoor. Dus dan kom je logisch dat er de betere paarden in zitten. Alleen het wil natuurlijk niet zeggen dat je laagverwant hengst, dat die per definitie minder is. Kun je ook een keer vergissen. Ja. En dus, dan heb ik toch wel, ik kan best kunnen gebruiken. Maar niet te laat nog. Kan nog, zeker weten. Ja. Maar jij, als je dan praat over gezondheid, is dat misschien een van de eerste stappen als fokker die je zou kunnen nemen? Ja, niet per se denk ik het laag verwant. Er zijn denk ik wel andere dingen die ik dan op eerder zou selecteren. Oké, okay. Zoals? Nou, zoals net beenwerk. Beenwerk, staat in maaneksem, slokdarm. Ja, dus dat zijn toch snellere dingen die jij... verbeterd moeten worden, zeg maar zeggen. Exact. Ja. En het woord karakter viel net ook al even. Want ja, wij belangrijk. Ja, wij praten hier natuurlijk aan tafel over hoge dressuur en Grand Prix en fokkerij. En dan zeggen we heel veel... Wat het allerbelangrijkste van de Fries paard, het karakter. Karakter. Ja. 80% van de paarden gaat naar recreanten. Die willen gewoon 2 keer in de week opstappen en wegrijden. Met een paard met een allemachtig pak haar en een fijn karakter. Waar de hele familie... Ja, en dan maken we ons er druk om. Ja. Ja, toch? Ja, zo, maar karakter, want ook aan jou die vraag waarschijnlijk, want jij hebt natuurlijk ook met veel meer andere paardenrassen. Hoe belangrijk is dat ook bij anderen? Ja, ik ben een van de weinigen die zegt dat ik het karakter minst belangrijk vind. Ik vind kwaliteit belangrijker dan karakter. En ik denk dat het karakter voor een groot gedeelte bepaalt hoe snel de africhting gaat. Dus kwaliteit van het paard staat bovenaan. En als hij dan om wat voor reden dan wat wij noemen een lastiger of een moeilijker karakter is. Ik hou er niet zo van. Ik vind het al zo wijzend naar het paard. Hij kan niks terug zeggen. Maar oké, okay, als hij wat lastiger is, dan duurt het wat langer. Ja. Maar ik maak eigenlijk zelden een paard mee waarvan je zegt, die is zo lastig, dat gaat niet of doet het niet. Dan zijn er andere tekortkomingen. Ja. He, dus het karakter is in mijn ogen... Kijk, als je mij een split wil laten maken, een spagaat wil laten maken, weet ik zeker dat we ruzie krijgen vanavond. En wie dat dan wint is de volgende punt, maar dan krijgen we echt ruzie. Ja? En als je van een paard een spagaat vraagt en hij kan het niet... Ja, dan zeggen ze, hij heeft rot karakter. Nee, hij kan die spagaat niet maken. En daarom, dus je hebt als ruiter iets gevraagd wat hij niet kan. Nee. Dus als die datgene wat jij van hem vraagt redelijkerwijs gemakkelijk kan, zou je ook minder gauw lastige paarden krijgen. Ja. En natuurlijk is de ene, we hebben natuurlijk met lastiger paarden, de ene is wat kijkeriger, de andere is wat schrikkeriger. Dat als je daar doorheen traint en je paard krijgt jouw vertrouwen, je geeft jouw vertrouwen aan je paard, dan heb ik nog niet meegemaakt dat je dat niet wegkrijgt. He, dus het karakter bepaalt voor een groot gedeelte wel eens de tijdsduur van je africhting. Maar voor mij is het zelden of nooit een reden om een paard te laten staan. Nee. Maar dat gaat denk ik niet maar dat is persoonlijk, puur over de africhting. Denk meer, ook is de africhting is verder. Ja, dus, maar zet je Fries een week stil en je doet de zaaltje op, je rijdt er zo mee weg. Ja, dan moet je bij mijn paarden door de bank gewoon niet doen. Nee, dus dat is een verschil. Dat begrijp ik. Ja. Maar de vraag aan mij is van het temperament, karakter van het paard. Ik vind karakter al niet altijd de juiste uitdrukking, maar oké, daar zijn we allemaal aan gewend aan die term.
He, maar ik vind meer gedrag een andere, en hoe die reageert, hoe die zich gedraagt. En dat zal wel met zijn karakter te maken hebben. He, dat zal. Maar ik vind door de bank genomen dat als de ruiter zich weet aan te passen datgene wat het paard nodig heeft en hem toch op de juiste manier traint, he, dan denk ik dat het misschien bij de een wat langer duurt dan bij de ander. Maar uiteindelijk tot eigenlijk door de bank genomen goed komt. Door de bank genomen. Nou, ik denk maar dat is wel dat een heel... Heel persoonlijk... Precies, dat is wel een heel persoonlijk... Kijk, ik denk dat onze benadering een beetje andersom is, denk ik, Rien. Dat we zeggen van... onze klant, tussen haakjes, die wil gewoon een bomproef paard. Recreatie. Ja, net wat Willem zegt, die gaat toch één keer in de week op dat paard zitten. Of wat vaker, maar ik bedoel, mensen kunnen even dit of dat. Ja. Laat hem een week staan, die pakken Friese zaaltje op, je kunnen we wegrijden of lunchen hem even. Houden we dat karakter ook als we veel meer op sport gaan fokken? Nou, daar moeten we wel rekening mee houden. Ja. Merk je dat bij jou, Merries, bijvoorbeeld, of niet? Nou, er zit wel wat hetere tussen. Ik zeg van... Tantes. Ja, die moeten toch wel even gelongeerd worden voordat je het zaaltje erop kan doen. Ja. Ja. Maar we hebben gelukkig 18 kenmerken, Peter. Hè? Een karakter om op te selecteren. Ja, heel veel kenmerken. Ja. Maar ik ga natuurlijk akkoord bij mij. Ik neem mijn tijd ook. En ik denk, als paard meer tijd nodig heeft, dan krijgt hij meer tijd. Maar... Bij onze afzetmarkt zijn niet allemaal professionals, gelijk Rien. Hè? En, dus we moeten toch een karakter hebben. Dat zie ik in mijn clinics. Ik geef clinics niet alleen maar aan ruiters die dat zet en hoger, maar ook heel veel beginners. En dan is het toch heel belangrijk dat die paarden niet te gecompliceerd zijn. Die Friese die ik tot nu toe zo hoger in de dressuursport heb gereden, die zijn er eigenlijk gekomen dat ze een fantastisch goed karakter hebben. Die hebben eigenlijk al hun minpunten die dat ze hebben ten opzichte van een warmbloed opgeheven, doordat ze zo goed in hun karakter zijn en eigenlijk het uiterste geven met wat dat ze hebben. Hè? En dat vind ik natuurlijk het mooie aan een Fries paard. Dat vind ik ook dat dat behouden moet blijven. En ik heb ook in de laatste jaren meerdere keren Friese tegengekomen dat ik denk, goh, dit zijn bommen, hè? Ja. En daar zitten gebruiksaanwijzingen bij. En dan moeten we even... Ja. Voor professionals die de tijd daarmee nemen, die kunnen daarmee terecht. Maar voor recreanten is dat denk ik niet de bedoeling dat het zo... Nee, maar ik denk dat het duidelijk is. Ik denk dat als Max Verstappen zijn nieuwe auto gaat uitzoeken, dat hij niet bij de autorijschool bij mij om de hoek gaat kijken. Nee. Dus dat is precies hetzelfde. Hè? Dus ik snap als fokkerij dat u heel goed rekening moet houden met het karakter van het paard. Want zoals ik de Fries ken... Het is net een paard, net wie je zei, je gooit er een zadel op en je gaat rijden. Ook al heeft hij 2 dagen stilgestaan, bij wijze van spreken. En ik denk dat jullie voor je fokkerij dat moeten houden. Ja. Maar als mij de vraag gesteld wordt, wat vind ik van het karakter? Zeg ik, nou, voor mij vind ik het karakter alleen de tijd meten, hoe lang mijn africhting duurt. En bij de een gaat dat sneller. Omdat eerlijk is. En dan eerlijk, is ja. Eerlijk blijven. Ja. Ja. Eerlijk zijn. Dan. Het hoofd moet eerder komen als de kont. Ja. Het hoofd moet eerder komen als de kont? Ja, als je de paardenbox loopt, dan moet het hoofd bij je komen en niet het achtereind van het paard. Ja. Want dat is wij hebben ook wel eens vaker gesproken, Peter, ook over het karakter. Hè, wat jij bij Elias bijvoorbeeld zo waardeert. Kan je dat benoemen? Kan je dat duiden wat dat precies is? Ik vermoed ook, we hebben wel 18 karakterkenmerken. Maar ik kan ze eigenlijk samenvatten in een paar dingen die ik heel belangrijk vind. Als een paard lichamelijk in orde is... En een paard heeft lichamelijk uithouding en voldoende om het werk te verrichten. Dan heb je al in ieder geval een paard waar alle dagen heel fijn zijn werk doet. Hè? En dat niet zuur in de stal staat omdat hem spierpijn heeft of omdat hem moeite met dingen heeft. Hè? Dus ik denk in dat uithoudingsverhaal het spier, dus echt het interieur van die Friese, dat daar echt ook nog wel iets in te winnen is. Want je merkt heel goed dat uit bepaalde lijnen altijd die paarden zijn die gewoon heel bereidwillig zijn. En dat heeft dan niet te maken met hun mentale karakter, maar gewoon lichamelijk zijn ze gewoon klaar voor te werken. En dat zijn ook paarden die gewoon rustig te trainen zijn. Als je even tijd neemt, die zijn dan misschien, die hebben veel basisconditie. Maar als je ze goed uitlegt hoe ze zich moeten gedragen, dan zijn ze door iedereen te rijden. En dat vind ik zo mooi aan Elias. Elias heeft een conditie voor zijn werk te doen. En hij voelt zich lichamelijk goed.
En ik kan daar met een zon van 5 jaar op zetten. En hij zet geen pas verkeerd. Ja, en daar vind ik een Fries. Ja. Ja. Dat is een enorme kwaliteit. Ja, dat vind ik een enorme kwaliteit. En dat is een paard waar altijd knikt. Je vraagt iets, hij doet het. Hij heeft niks in zijn hoofd wat denkt, nu moet ik weg. Of dit wil ik niet. Of hij probeert het altijd. En dat vind ik, ja, vind ik heel mooi aan die Friese. Daarom ben ik ook met Friese begonnen. In het begin wist ik ook niet wat ik moest verwachten aan een Fries. Maar als je die Friese tegenkomt, dan zijn dat natuurlijk heel fijne paarden om mee te werken. Ja. Ja, ik kijk even ook naar links, naar onze Marijke. Die ontvangt ook wat vragen. Zijn er mensen die graag wat willen vragen, Marijke, aan ons panel? Want we willen natuurlijk alle ruimte geven. Ja, er zijn al een paar vragen binnengekomen. Er is hier een vraag van, moet je niet meer jonge hengsten de kans geven als dekhengst of eventueel met beperkingen gaan om... De beperking met de te dekbeperking. Gaan dekken. Ja, het is een beetje het idee wat Bouke de Boer vorige keer riep. Ja, klopt. Ja. Jonge hengsten, dat heb jij vast ook gehoord. Piet Bouke die zei van als we een jonge hengst hebben, bijvoorbeeld met onverwante afstamming of getalenteerd, kunnen die niet alvast toch wat ruimte geven? Er zitten twee kanten aan. Jij gaat dat nu uitleggen, welke twee kanten dat zijn? Nou, de eerste kant is van je gaat een groep hengsten zo de dekdienst in gooien zonder ook maar enig onderzoek daarnaartoe. Ik vind toch wel dat ze een CO moeten lopen. Zonder dat je onverwante hengsten zo in de dekdienst gooit. Ja. Die beesten kunnen wel helemaal niks kunnen. Onder het zadel. Of, dus daar, maar van de andere kant is natuurlijk ook. Je hebt wel een stukje vrijheid in je fokkerij dat een hengst 50 merries dekt. Maar van 50 merries, daar krijg je 30 vullers van. Van die 30 vullers. Ja. Dan is het nog maar heel beperkt wat je ervan kan vinden. Ja. Wat je ervan ziet. En dat vind ik eigenlijk te beperkt om met 50. Maar wilde Bouke niet dat ze toch wel de verrichting doorliepen? En dan de hengsten die misschien, dat die een 100 merries mochten dekken? Of voor de verrichting? Voor de verrichting. Voor de verrichting. Begreep ik. Ja, dat begreep ik eerlijk gezegd ook, hoor, dat het gewoon getalenteerde hengsten zijn. Maar, met goede afstammeling of onverwant. Exact. Onverwant. Ja. En gewoon wel correct allemaal vanzelf. Gezond enzovoort. Nee, maar die hengsten hebben wij dan al op exterieur beoordeeld. Zijn ster. En die zijn ster. En ja, dan de dekdienst in. Maar dan is 50 maar een heel beperkt groepje. Ja. Zou jij die gebruiken, Willem, of niet, zo'n hengst? Oh, ik denk uit een hele aparte moederlijn. Ja. Met een excellente moederlijn, zou ik maar zeggen. Waar ik graag een keer een hengst het zo willen zien, dat ik misschien toch wel zou gebruiken. Ja. Maar het is ook niet iets dat ik direct verwerp, hoor. Het is ook, je moet het even goed op een rijtje zetten. Ja. Wat zijn de voordelen en de nadelen? Er zitten ook nadelen aan. Want 50 is maar een beperkt groepje. Ja. En van die wat ik net ook zei, daar komen 30 vullers van. Juist. Klein groepje, ja. Heb je het in het verleden ook al gedaan, toch vroeger? Ja. Want er zijn er ook al uiteindelijk weer uit die lijn wel weer dekhengst uit voortgekomen. Ja, er zit ook best wel, wel iets in om het te doen. Ja. Bloedspreiding. Ja. Ja. 4 is misschien ook al wat weinig voor 1 jaargang. Ja. Ja. Kan dus wel, Marijke, voor deze vraag, voor de vraag stellen. Er schiet mij zo'n andere vraag binnen, nu we het hier ook zo over hebben. Is een goed sportpaard, een goede sporthengst, ook zoals Elias, is dat ook een goed fokpaard? Is dat het logischerwijs hetzelfde? Ik denk wel. Omdat ik natuurlijk heel de achtergrond van Elias ken. Maar ik ken die achtergrond op mijn manier, gelijk dat ik het paard wil gebruiken. En als ik paarden selecteer, dan kijk ik hoeveel uit die lijn komen er Prix St. George paarden en Grand Prix paarden, dat ik voldoende informatie over interieur heb. En dan ga ik natuurlijk kijken dat het paard het type is en de beweging goed is. Maar al de rest heeft voor mij niet zo heel veel waarde. Ik wil gewoon weten dat als ik met een paard begin, dat hij zeker tot zijn 15e, 16e mee gaat gaan. Want anders ga ik er niet zoveel tijd in steken. En als ik uit een lijn een heel goed paard vind, waar dat ik eigenlijk al merk dat daar niks qua gegevens van interieur zit, mijn gegevens, hoe dat ik er naar kijk, dan durf ik er haast niet aan beginnen. Want dan denk ik, dit zijn heel mooie showpaarden met heel veel beweging. Maar ik ben het al dikwijls genoeg tegengekomen dat ik met een paard begin tot 7, 8 jaar en dan moet ik afscheid nemen. Ja. En omdat ze gewoon niet sterk genoeg zijn voor hetgeen wat dat wij willen.
Gelijk dat jij zei met die Friezen van 30 jaar geleden. Voor hetgeen wat dat jij ervan vroeg, dat konden ze gewoon niet. En hetgeen wat dat ik ervan wil, kunnen ze dan gewoon niet. En dat wil dan niet zeggen dat dat geen goede Friezen zijn, maar niet voor hetgeen wat dat ik wil. En in die zin denk ik, met Elias en dan het elitebloed wat dat uit Jorn en zo verder voorkomt en uit de moederskant, een prestatiemoeder die al op zo'n jonge leeftijd meerdere afstammelingen die het in de sport goed doen geven. En, dus dan leg je dat allemaal zo samen. Fokkerij erachter, achter zo'n hengst. Dus dat is voor mij is dat een goede fokkerij voor mijn doel. Ja. En zo is dat denk ik ook de verdere combinaties, dat ik gewoon telkens op zoek ben naar, ja, dat komt daar weer uit een elite en dat komt daar weer uit een elite. Zo probeer ik mijn fokkerij te regelen. Dat klinkt toch eigenlijk bekend, Willem? Want zo doe jij dat denk ik ook. Ja, maar ik kijk iets meer naar Ster of Kronen. Hij kijkt meer naar de sport, want je hebt hetzelfde doel. Je gaat een soort selectie ga je aan. Ja. En het is toch een beetje hopen dat alles wat gaat komen. Hè? Maar de gok wagen dat je met een paard begint, waar dat je helemaal geen, dat doet jij ook niet. Je begint ook niet met een merrie te fokken waar geen goede moederlijn of een onbekende moederlijn achter zit. Zo doen wij dat in de sport ook. We gaan toch wel even uit van wat dat we hebben aan gegevens. Hè? Ja. Het is in de koeienfokkerij eigenlijk net zo, hè? Je kijkt altijd van, wat doet de moeder van die stier? Ja. Wat heeft die aan melk en gehaltes gedaan? Hè? Ja. Zo ga je verder terugkijken. Zeggen wel wat. Zijn we niet voor niks natuurlijk. Ja. Ja. Die kun je niet zo aan de kant gooien. Nee, echt niet. Nee. Moeten ze beide gebruiken. Dat doen wij met de selectie van die hengsten ook niet. Ja. De fokwaardes gebruiken erbij. Ja, jij gebruikt dus ook vrij veel, Willem. Ja, exterieur, fokwaarde. Ja. Van de hengst en van de merrie? Ja. Ondanks dat ze misschien maar 40-50% betrouwbaarheid hebben. Nou, maar je weet toch wel wat er achter zo'n jonge hengst van moederlijn zit. Ja. Dus ik denk dat die betrouwbaarheid dan misschien virtueel wat lager is. Maar toch hou je achterhoofd van die fokkerij zit wel goed. Komt terug, komt altijd terug. Goede fokkerij. Goede fokkerij komt altijd terug, ja. En begin ook altijd met goed materiaal. Ja. Heb je ook wel eens voor gezegd. Ja. Die fout maken we allemaal. Dat je denkt, oh, met zo'n merkje beginnen, dan redden we het ook al natuurlijk. Ja. Uit elke merk komt natuurlijk toevalstreffers. Maar investeer maar een klein beetje meer, dat je met een goede merrie begint. En dan proberen wat door te bouwen. Je hoeft niet in één keer je doel te bereiken. Maar... Ja. Heel goed. Marijke, zijn er nog wat vragen waarvan je zegt, die moeten we toch nog wel even over tafel hebben? Ik heb nog wel een vraag. Vraag aan de heren aan tafel. Kunnen jullie ook uitleg geven over de voor- en nadelen van een sapelbenig achterbeen? En dat geldt zowel voor in de sport als aan de hand. Oeh, dat is een heftige. Hebben jullie me allemaal goed gehoord? Sabelbenig achterbeen? Achterbeen, zowel aan de hand als in de sport. De voor- en nadelen. Ja. Dat is een mooie. Ja, appeltje eitje, Piet. Nou, maar deze laat ik eerst... Neem even maar een slok wijn. Ik denk gewoon dat ik de paard... Ik kan niet zo, dat doe ik... Ik kan niet zo direct zeggen als ik een paard gewoon tweedimensioneel zie. Ik moet gewoon zien als ze dan bewegen is. Ik heb ook met paarden begonnen die iets zwakker in de bovenlijn waren, maar die zich gewoon laten sterk maken en die toch een goed ruggebruik hebben. En als ze achteraf bespierd zijn, dan zie je zelfs nog niet meer dat die bovenlijn zwakker was. Hè? Dus zo is ook met sabelbenig. Het hangt er gewoon vanaf. Hoe gaat hij zijn lichaam daarin gebruiken? Hè? Ja. Maar het is voor mij niet direct het punt om te zeggen, daar zit het foutje, ik stop ermee. Hè? Ik kijk altijd hoe werkt het er samen. Hè? Wat je zegt sluit ik me helemaal bij aan. Maar ik denk wel dat bij een sabelbenig paard, dat die met name een paard van een sabelbenig achterbeen heeft, zijn hogere achterhandgewricht minder gebruikt. En de meeste mensen kijken dus naar de buiging in de sprong. En daar zit van nature dan al extra buiging in. Dus dat lijkt goed. Maar ik denk dat het hogere gewrichten van de achterhand, waar we het begin van de avond over hadden, dat die minder gebruikt wordt dan wanneer dat paard minder sabelbenig is. Ja. Maar dat is eigenlijk een vraag die ik niet zou willen stellen. Want dat is niet mijn vakgebied, maar dat is mijn gevoel een beetje. Sabelbenig achterbeen zien we niet graag meer. Te sabelbenig niet, maar een paard met een heel recht achterbeen. Ik denk dat dat veel kwalijker is dan een paard die iets licht sabelbenig is. Ik denk een licht sabelbenig paard makkelijker te berijden is en ook makkelijker in de dressuur te rijden is dan een paard met een heel recht achterbeen. Ja, dat kan ik nu eigenlijk niet staven, omdat ik heb zo'n, en dat is heel mooi, ik heb zo'n lijst van die 50 Grand Prix paarden. Ja. En daar
dat is mijn studiemateriaal. Daar zit ik altijd te kijken, waar ja. hebben ze allemaal gemeen en waar is in hun bouw, want er staan natuurlijk alle waardes, ook fokwaardes en zo bijgeschreven. En dan moet ik toch vaststellen dat daar heel veel paarden met een heel recht achterbeen tussen zitten. Dus dan kunnen wij wel elke keer overal die uitleg over hebben. Als er iets meer hoek in zit, dan is het beter voor de gewrichten. En dan kan die ook veel beter afzetten. Maar een paard waar rechter in het achterbeen is, kan ook veel meer afstuwen. Kan veel beter passage doen. En als die het rechter achterbeen kan buigen, en dan kan zijn bovenlijn ook verder doorbuigen, gelijk zijn bekken, dan kan die ook dragen, dan kan die het gebruiken. Maar een paard wat te veel hoek of te veel buiging erin heeft, is al overbogen en heeft dan nog meer moeite om te gaan zitten. Want dan zit hij al in zijn eindstand. Ja, zo ja, denk ik dan. Ik zit er altijd een beetje over te studeren. Hoe komt het nu dat toch daar heel veel paarden met een recht achterbeen zitten? Hè? Al die paarden waar jij het over hebt, die scoren denk ik heel hoog in de souplesse. Ja. Ja. Die dat compenseert veel natuurlijk. Ja. 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 Dus dan is het toeval. Het is toch altijd wat dat het allemaal samen is. Ja. Hè? Maar één ding hebben ze allemaal gemeen, is altijd dat interieur, wat ik zeg. Je kunt geen Grand Prix halen als je paard niet gezond is. Dus dat is het enige wat dat ik zeg, van daar hebben ze allemaal gemeen. Ja. Hè? En dat is de informatie die dat ik wil gebruiken uit zo'n lijst. Mooi. En wie staat er bij jou bovenaan aan het lijstje? Ja, natuurlijk is dat heel logisch. Hè. Met het Fries paard waar dat ik mee begonnen ben, dat was Adel. En daarmee, ja, daarmee heb ik eigenlijk het Friese paard, heb ik de liefde voor het Friese paard gewonnen. Hè. Ja. En ja, die had ook zo'n super karakter, dat was zo'n mooi paard. Ik kwam van de warmbloeden, dus ik wist wel, die zijn allemaal veel pittiger, die warmbloeden. En dan kom je op zo'n paard te zitten, wat zo meewerkend en zo mooi van karakter is. Die staat bij mij bovenaan. Ja, hè? Maar dan heb je dus Adel, Anders, Jeroen Pol. Ja. Dus dan heb je de mannelijke lijn. In hoeverre speelt dan ook de vrouwelijke lijn mee? Als je zo'n... Ja, ik heb wel elke keer mensen zo benaderd en gevraagd. Dan zag ik bijvoorbeeld, uit die lijn kwam Timon en uit die lijn kwam die. En ik heb ik denk dat ik 46 dekhengsten gereden heb. Hè, dus niet allemaal in sport uitgebracht, maar bijvoorbeeld van mensen die lessen komen volgen. Dat ik er eens op kruip. Paarden die dat ook bij ons waren om te testen, om te zien wat ik ervan vond. En daardoor krijg je wel een inzicht over die lijnen, wat dat je precies wilt en waar je naartoe op zoek bent. Zo in die zin heb ik bepaalde moederlijnen, waar dat ik dan mensen contacteer en vraag, zou je niet eens met mijn hengst willen dekken? En dat was toen anders. Ja. Hè? Zou je dat niet eens willen? Want ik zou eens willen zien wat dat die combinatie is. En heb ik ook met Elias gedaan. En ik ben gewoon heel benieuwd wat dat gaat worden. Of dat dat zo gaat uitkomen, gelijk dat ik het in mijn gedachten heb. Dat dat gewoon heel mooie paarden met goed interieur gaat zijn. Hè? Ja. Maar dat kunnen we pas weten als je erop gaat zitten en als je zoveel jaar aan het rijden bent. Dat kun je niet als 2 of 3-jarige zien. Je kunt ze aan de hand een beetje zien, maar voor ons aan de hand even op de keuring, maar voor jou niet. Nee. Dat want wij moeten dat even voelen en zien. Natuurlijk is wel zo dat je soms op paarden stapt. Ik weet nog, toen ik anders heb ik zelf al mak gemaakt, toen ik erop ging zitten, toen wist ik direct, dat is een goeie. Ja, daar ging ik gewoon op zitten, dat wist ik gewoon direct. Wat voelde je dan? Ja, die kon ik gewoon direct al overal naartoe sturen. Die galoppeerden op een kwartje. Die kon alles direct. Ja. Dat was onvoorstelbaar wat je daar voelde. Hè? Maar dat kon je niet zo zien. Want als je er naartoe zat te kijken, een gewoon een functioneel mooi paard. Compact. Maar wij kunnen dat wel. Als een paard zich zo laat rijden, dan kun je er iets heel moois van maken. Hè? En dat is het uiteindelijk. Een Grand Prix paard wordt gemaakt, maar je moet zich ook laten maken. Laten maken. Hè? Ja. En dan is het dan toch een duidelijk verschil, wat ik jou hoor zeggen, dat je naar wat oudere paarden uiteindelijk duurzaamheid ook treft. Terwijl wij het op 2, 3 jaar, dan moet het paard het al laten zien, of de ABFP-test is, of de IBOB, of straks in het verrichtingsonderzoek, dan probeer je toch op vrij jonge leeftijd al het talent te ontdekken. Nou, daarom is het ook een groot verschil wat hij bedoelt en wat wij bedoelen. Ja, signaleert dat eigenlijk ook. Maar je kunt vaak wel zien, ook bij de warmbloeden, en daar ben ik natuurlijk veel meer in, maar dat hoef ik niet te blijven herhalen, het aanleg van het paard kun je op jonge leeftijd vaak wel zien. Hè? Ja, hè? Dus wat hij zegt van dat paard, dat je zegt, ik zit erop en ik voel toch gelijk dat die stuurbekrachtiging had, de rembekrachtiging, dat had hij van nature.
Hè? Dus dan hoefde hij er niet op te zetten. Nee. En dan met vakkundige africhting, dan kom je daar. Hè? En met een minder goed paard komt hij er waarschijnlijk ook, maar kost het meer moeite en waarschijnlijk het resultaat ook minder. Juist. Hè? Dus dat is, alleen dat wat hij straks zei, dat je met 7 of 8 jaar dan een keer op een punt komt dat je denkt, er zit niet meer in. Dat zie je natuurlijk niet. Nee, dat ziet je niet. En ik heb daar heb ik helaas ook meerdere keren meegemaakt. En dat was heel teleurstellend. Ja, iedereen. Ja. Ja, dat was dat iedereen in onze sport. Dat je gewoon in een paard gelooft en je blijft doorgaan en doorgaan. En je moet vaststellen dat dat paard gewoon niet verbetert in conditie. En je probeert conditietrainingen te doen. En je probeert van alles en nog wat om die spierwaarden in orde te krijgen. Maar er is gewoon een begrenzing. De paard heeft gewoon niet de spieren die wij nodig hebben. Heeft wel krachtinspanning om bijvoorbeeld op het veld te werken en heel veel kilo's vooruit te trekken, maar geen uithouding om 3 kwartier, 1 uur aan de gang te blijven. Want hij gaat iedere keer opnieuw in de verzuring. En dan, ja. Maar hij heeft zo'n mooie beweging en je bent er eigenlijk in blijven geloven. Je hebt er zoveel tijd in gestoken en uiteindelijk moet je gewoon zeggen, we stoppen ermee. Want je doet 5 minuten opwarmen en dan Pries en George gaan rijden. Ja. Want anders dan is de benzine leeg als je aan het einde zit. Ja, dat gaat gewoon niet. Nee. Ja. Nee. Ja. Goeie dat je dat zo aanstipt. Dat komt maar bij het idee van, Rien, gaan we Friese paarden anders trainen? Trainen we ze anders? Moeten we ze anders trainen als warmbloeden? In principe geef ik niet anders les aan mensen op een Friese paard dan op een warmbloed. Maar misschien je aandachtspunt ligt natuurlijk meer bij het tot dragen brengen. Want je hebt veel beweging, je hebt veel beweging van de grond. Ik ben nog geen Fries tegengekomen met niet een fantastisch karakter, moet ik zeggen. Misschien zijn ze er dan, maar ik ben ze nog niet tegengekomen in mijn werk. Ze zijn er niet. Nee, oké, prima. Houden we het zo. Maar we hadden het over de paarden. Nee, goed. Nou, goed. Ja. Maar in ieder geval... Dat is gevaarlijk. Het feit dat je ze van die stuwende gang naar die dragende gang wil brengen, dat is iets wat altijd terugkomt. Dat komt bij elk paard terug. Want elk paard loopt van nature met meer gewicht op zijn voorhand dan op zijn achterhand. Want zijn hoofd en hals hangen nou toevallig voor die voorbenen. Dus daar komt per conto meer op die voorbenen. Dus je wil hem qua hefboom een beetje meer achterop proberen te krijgen. En dat is bij een Fries, die dus heel veel stuwing heeft, nog een beetje een extra aandachtpunt. Dat je heel veel door overgangen en tempowisselingen en zijgangen probeert die achterbenen van die stuurstand af te krijgen naar die dragende stand. En dus in principe doe je geen andere dingen, maar het een heeft wat meer aandacht nodig dan het ander. En bijvoorbeeld wat ik me herinneren kan van de galop, wat ik net zei, dat is met zoveel Friezen zo verschrikkelijk veel verbeterd. Ik zeg, waar je vroeger moeite moest doen om in die galop te komen, nu galopperen ze al van zichzelf al zoveel meer gedraaid. Ik zie dus bij de Mersken ook heel vaak van de jonge paarden die ze aan het reizen. Als ik daar aankom met dan zei, die zitten dan niet in de training, maar die zie ik dan in de buitenbak. Of voordat ik begonnen ben, dan zie je 3, 4-jarige paarden die al van zichzelf zo makkelijk galopperen. Denk, ja, vroeger was dat helemaal niet mogelijk bij een Fries. Moest je 2 jaar sturen, wilde die hem zo gedragen krijgen. Ja. En dat is de vooruitgang naar mijn idee die ze gemaakt hebben. Dus dat maakt het voor de ruiter al wat makkelijker en wat aangenamer. Dat is een selectie van de hengsten geweest natuurlijk. En dat is gewoon een selectie geweest van de hele fokkerij, denk ik. Ik denk dat daar gewoon heel goed werk is gebeurd. Je bent van een trekpaard naar een rijpaard of naar een menpaard gegaan. En dat is het hele verschil. Ja. In 30 jaar, hè? Dus dat is ook al relatief vrij kort. Ja. En want we hadden het ook in de telefoon nog wel even over. Ik denk dat dat ook goed is om aan te geven als je praat over verschil in trainingen. Veel mensen met Friese paarden geven van, het is lastig om die paarden langer te rijden. Het is een stukje anatomie in hun hals, in hun nek, in hun kaaklijn. Maar eigenlijk zeg jij zei tegen mij, Lies, het is eigenlijk hetzelfde. Je doel is hetzelfde, je regels zijn hetzelfde. Want ik bedoel, als een paard kort is in de hals, als hij zich kort maakt, betekent dat hij zijn rug strak houdt. Want zo, het wordt een damesfiets. Ja. Dus dan kunnen die achterbenen wel opgetild worden, maar ze kunnen niet onder de massa komen. Dus je doel moet altijd zijn, het FI-reglement zegt wat de neus moet voor de loodlijn zijn. Dat reglement heeft gewoon gelijk. En dat reglement is niet gemaakt om ons te plagen. Dat is gemaakt omdat het paard dan optimaal functioneert. En dus als die uit jou, van jou wegkomt. Ik zeg, waar is die oren moeten van jouw bovenlichaam vandaan? Hij moet daarheen nageven, hij moet niet hierheen nageven. Want zo wordt hij strak in de rug en zo blijft hij open in de rug. En dat bij de gemiddelde Fries meer moeite kost voor de ruiter dan bij de gemiddelde WPN, dat geloof ik wel. Maar je doel, je regel blijft hetzelfde. Hij heeft ook 4 benen, net als een WPN. Ja. Dus dat gewicht moet van die voorbenen af naar die achterbenen. En daar hebben ze een heleboel voordelen bij, vind ik. Dat ze met afdruk lopen en dat ze swing. Nou ja, ga maar door. Dus het heeft ook een heleboel voordelen. Ja, laten we niet vergeten dat er inderdaad ook een aantal zaken zijn. Ontzettend. Waar de Fries gewoon veel
Piaf, ja. Passage, noem maar op. Ja, ja. En de gewoon de schwung, de takt, de regelmaten in de zijgangen. Ik vind dat echt hele sterke punten van nature. Ja. Piaf, met name Passage natuurlijk. Dat ze... hoe voel jij dat, Peter? Want ik denk dat jij ook heel veel... Ja, ik ga daar ook wel mee akkoord. Dat Rien zegt van... daar moeten we naartoe. We moeten naar die lengte. Dat zijn de reglementen. En daarin loopt het paard ook natuurlijk op zijn best. En de reglementen, bijvoorbeeld ook met de scala der Ausbildung, zijn uiteindelijk gemaakt op paarden die gebouwd zijn, gelijk op dat moment de paarden ook waren, gelijk het Duitse paard. Hè. Ik denk dat ze daar ook op gemaakt zijn, dat ze op dat moment hun lichaam het meest ideaal gebruiken. En als ik dan bijvoorbeeld met onze klassiekere Fries, of onze Fries die niet heel dressuurtypisch gebouwd is, die komt toch heel snel in de beweging. Als hij het lichaam niet heeft, zal er heel veel tijd moeten gespendeerd worden om die bovenlijn sterk te maken, zodat hij zich daarin kan dragen. Als je die bovenlijn al sterk kunt krijgen om die lengte te maken daar. Hè. En dan gaan ruiters natuurlijk ergens zoeken om aanleuning te krijgen of ze dichterbij halen. En de fout ligt natuurlijk altijd bij de ruiter, maar de ruiter kan ook niet beter als het materiaal wat er onder hem zit. Hè? En daar is toch een stuk, denk ik, waar dat je ook in het kiezen van de paarden goed op moet letten, dat die paarden met die goede bovenlijn, dat je daarin selecteert. Hè? Ik zie zelf ook met de paarden die ik tot nu toe gereden heb, hoe dat mijn punten verlopen en hoe de training verloopt. Dat is natuurlijk super makkelijk met een hals en een bovenlijn die zich zo gelijk Elias laat bewerken. Zegt iedereen, oh, dat is een mooie aanleuning dat hij heeft en zo. Maar is altijd gewoon super makkelijk geweest omdat hij zo gebouwd is. Hè? En hij heeft een vrij verticale halsstand. Ja. Maar hij weet precies hoe dat hem dat moet aanspannen op een correcte manier. Hè? En dan hebben we paarden die soms zelfs nog horizontaler gebouwd zijn en die gewoon niet goed in de bovenlijn functioneren. En waar ik dan van daar geen verbinding krijg, alles wat ik probeer om ze er naartoe te rijden, en ik begin ze vooruit te rijden, lopen ze eerder van het achterbeen af als dat ik ze erbij krijg. Ja, en dan kun je ook afvragen, kan ik met dit paard dat niveau straks halen wat ik wil halen? Want het is wel heel belangrijk dat hij zich gaat dragen met die hals op die lengte. Nou, ik ben dat uiteraard helemaal met je eens. Wat ik denk dat heel veel, niet persoonlijk, maar heel veel ruiters doen. Ik denk dat heel veel ruiters de hals eerst kort maken. En dan zeggen we, nou moet je op lengte. Ja. En daar zit volgens mij de bottleneck. Je moet hem eigenlijk nooit kort maken. Hij mag wel laag. En hij mag wel lang. Maar hij mag niet eerst kort en dan lang worden. Want als jij het eerst kort maakt, je gaat het dan weggeven. Dan nemen maar hele enkele paarden dat mee. Maar eigenlijk is het altijd al fake. Dus je moet eigenlijk als ruiter proberen, en wij als instructeur proberen te voorkomen, dat de ruiter eerst de hals kort maakt. Om daarna te zeggen, oh, nou moet ik de hals langer maken. Nee, de hals moet eigenlijk nooit kort zijn, mag wel laag zijn, dan moet hij van daaruit, mag hij door het evenwicht naar achteren, mag hij reizen. Maar hij moet niet eerst kort zijn. En dan creëer je al, die, wat ik net zei, die damesfiets. En dat die stang naar beneden gaat, ja, in plaats van dat hij je hand naar voren meeneemt. Ja. En een van de belangrijke punten is dat, naar mijn idee, veel ruiters zeggen, ik moet mijn paard in de aanleuning zo zijn. Een ruiter kan geen aanleuning nemen bij een paard. Een ruiter kan een paard alleen maar zo rijden dat het paard aanleuning neemt. Dat hij geeft. Het paard moet aanleuning nemen. Dus dan moet jij als en hoe beter jij rijdt, hoe eerder hij aanleuning zal nemen. Maar als jij het neemt, is het toch geen aanleuning. Hij zal aanleuning moeten nemen. Er zijn niet veel mensen, ook niet over wat Peter net zegt, over het scala der Ausbildung. Er zijn wel eens mensen die zeggen, die draaien het om. Ja, die volgorde van die punt is niet belangrijk. Dat is essentieel. Die volgorde van die punt is essentieel. Hij moet eerst in zijn eigen takt lopen en daarna gaan de punten komen tot aanleuning. De aanleuning staat in dat scala op derde plaats, niet op de eerste plaats. En de meeste ruiters gaan erop zitten en doen dat op de eerste plaats. Ja. Dus dan is het al geen aanleuning. En waarom is dat? Waarom begint dat daarmee? Ja. Omdat wij met onze handen, wij zeggen ook hallo, we zeggen niet hallo. We doen alles met onze handen. Ja. He, wij zijn handgeoriënteerd. Je bent handiger en sterker met je handen. En dus je bent geneigd van, denk nou niet dat ik als ruiter die reactie niet gehad heb als een paard trekt om terug te trekken. En je moet er, als hij trekt, moet jij gewoon doorrijden dat hij het van achteruit oplost. En het lijkt de langste weg, maar het is de enige, dus de kortste. Juist. Ja, maar dat maakt het wel gecompliceerd om niet met je hand in te gaan op datgene wat het paard je eigenlijk een beetje toe uitnodigt of toe uitdaagt. Ja, volgens mij kunnen we hier nog een hele avond over praten. Alleen al over dit fenomeen van aanleiding. Het is erg leuk. Dat zouden we ook eens moeten doen. Want dit is natuurlijk die passie die fokkers daar aan die kant hebben, of de sporters aan die kant hebben. Die passie hebben wij natuurlijk in de fokkerij net zo goed.
Maar daarom is het wel heel interessant. Ja, hè? Ja, ik vind het heel interessant zijn toch, om te luisteren. Ja. Marijke, heb je nog een vraag vanuit de vaste? Ja, zeker. Dit gaat ook weer een vraag, is eigenlijk wel voor Peter en voor Rien. Maar op welke eigenschappen zou de exterieur hengstenkeuringsjury moeten letten om sportaanleg te voorspellen? En dat gaat met name voor keuring van paarden aan de hand. Ja, goede vraag. Hebben jullie meebegrepen? Op welke kenmerken in de bouw van het paard in het exterieur zou de keuring moeten letten om dan voorspelling te geven over de sportaanleg van het paard? Ik zeg het goed zo, hè? Ja. Dat is eigenlijk ook wel een beetje waar we het over gehad hebben. Hebben wij eigenlijk de juiste manier van jureren, van keuren, omdat die sportaanleg al goed? Kijk, ik denk dat iedereen, gelijk jij zegt, jij kunt ook genieten van, als je naar die paarden los kijkt, ik kan er ook echt van genieten, zo in het weiland, die paarden zo te zien lopen, hoe ze aan het lopen zijn, hoe dat zo'n lichaam gebruiken. Het gaat gewoon puur om het functionele. En op het moment, zo kijk ik naar keuring, op het moment dat daar te veel spanning aan te pas komt. Ik kan het niet beoordelen. Ik kan dan niks meer zien. En dan kan ik eigenlijk wat ik dan zie, vind ik gewoon heel oncorrect. En kan ik gewoon. Dan ziet het er heel spectaculair uit, maar heel onbruikbaar. Ik koppel daar ook direct een gevoel aan. Ik weet hoe dat het voelt als paard zo loopt. Dat voelt voor mij niet fijn. En als paard gewoon fijn op eigen benen loopt. Dus als de jury aan het kijken is en hij ziet gewoon echt in het lichaam. Niet de veer of de beweging in de benen, maar in het lichaam. Gewoon de souplesse in het lichaam tijdens de keuring. Dat vertelt al heel veel hoe makkelijk een paard straks te bewerken is. Natuurlijk moet er ook een kracht zijn van het achterbeen en een gedragenheid moet er zijn en een ruimte moet er zijn. En die dingen allemaal. Maar vanaf het moment dat iets te strak wordt, dan stopt het bij mij al wat dat ik goed vind. Ja. Ja, dan is het ook niet te beoordelen. Dan is het niet maar, te beoordelen. Maar wat ik denk, als ik de ontwikkeling van de Friese paarden zie, dan zeg ik, nou, ik hoop dat ze zo doorgaan. Want het lijkt geweldig. Die verschillen zijn zo groot. Hè, en daar heb je natuurlijk altijd bij. Maar dat zeggen nu beide partijen ook al. Van met die spanning die paarden beoordelen, is eigenlijk moeilijk. Dat is heel vaak fake. Ja. Dat is heel vaak fake. En ik vind dat bij de hengstenkeuringen van de WPM's vind ik dat niet anders. Dat iedereen op de banken gaat staan en klappen en doen. En die hengsten worden vastgehouden buiten dat voor die paarden bijzonder onprettig is natuurlijk. He, want we hebben het over dierenwelzijn. Als er iets onprettig is voor een paard, wanneer er een ruiter op zijn, wordt opgejuind door het publiek. He, dat vind ik wel onprettig voor een paard. Dat is dierenwelzijn. He, dat staat dan hoog in het vaandel. Maar naar mijn idee wordt het niet altijd met de juiste. Kun je er iets van zeggen? Ja, kun je er best iets van zeggen. He, maar ik denk, zoals ik het kan zien, hoe de vooruitgang gemaakt is bij de Friese paarden. Nou, complimenten daarvoor. Ja. En daar zullen, maar dat is meer intern, nog wel dingen, maar daar weten jullie veel meer van dan ik. Dan zeggen, nou, daar moet misschien nog meer aandacht aan en daar moet misschien nog meer aandacht aan besteed worden. Maar in principe lijkt het me te zeggen, want het is echt heel goed werk verricht. Ja. Maar, ik ga het even voor de vragensteller nog opnemen, want die wil graag een paar antwoorden hebben van waar moet je op letten. Doen we dat goed genoeg bij die jonge paarden voor de sportaanleg? Ik denk het wel. Want die lenigheid, zeg maar, die je noemt, die souplesse in het lijf, kun je dat? Souplesse is een van de belangrijkste dingen waar je op let. Ja, vind ik wel. Een paard dat stijf loopt en niet door zijn lichaam loopt. Ja, dat is niet een paard waar wij naar willen toe. Ik denk dat jullie dikwijls nog zeggen, doe nog maar eens even een rondje lopen. Ja. Voor even het gekke eraf te hebben. Hè? Want het zou ook zo moeten zijn dat, soms dan doen ze ook zo in de keuring, hè, dan zeggen ze, we doen eerst de paarden even op de hengstenkeuring aan de hand allemaal laten lopen en daarna het rijden. Ja. Want anders dan is het mooiste ervan af. Ja. Ik denk juist, doe maar eerst het rijden. En de paarden die na het rijden zich nog heel mooi laten zien, dat zijn de goeie. Ja. Want dan zie je de echte beweging. Dan zie je niet de bluff. Nee, want die bluff zitten we geen al op te wachten. Nee. En toch vinden we het wel mooi, Willem, of niet? Ja, het is heel speciaal. Als we toch aan de kant staan. Ja, maar als je een exo ziet als ze examen doen de laatste dag, de hengsten. Natuurlijk aardig zwaar is het hele traject. En sommigen die dan toch nog even aan de hand ook nog dreigen super laten zien. Dan denk je, hebben ze een zware test gehad en nog een zware dag. En dan komt toch de echte bovendrijver, wat hij ook zegt. Ja, hè? Dan komen de echte bovendrijver. Ja. Ja. We zien bijvoorbeeld ook als je naar de dierenarts gaat en je moet dan zo'n onderzoek doen en ze zijn aan de lounge en ze geven hem een spuitje voor rustig te worden. Hè, voordat hem niet te gek doet. En dan zie je een goeie, die blijft nog altijd even goed doorlopen, zelfs als hij verdoofd is. Ja. Dat is zijn natuur. Hij loopt dat is zijn natuur. Hij loopt zo loopt hij. Een goed paard loopt altijd. Dat loopt altijd. Ja, als we zo doorgaan, Rien, dan denk je dat we bij de Sprenghorst, bij jouw stal, dat we over 10 jaar daar allemaal Friese paarden hebben? Allemaal weet ik niet, maar een goeie is best welkom. Dat is geen probleem. Ja? Ja, absoluut.
Want dat zou. Want als we een keer een vooruitkijkje maken over 5 of 10 jaar, waar staan we dan met ons Friese paard? En misschien ook voor je eigen fokkerij of sport, Willem. Wat zou jou. Oh, we zijn toch op de goede weg, denk ik. Als je hoeveel vraag er op het moment is, er is veel meer vraag als aanbod. Ja. En dat blijft. En misschien een beetje door de corona, nou, dat mensen niet de vakantie gaan en geld ergens anders willen besteden. Nee. Maar er is ontzettend veel vraag binnen en buitenland. Ja. Naar gewone merries, naar stermerries, naar kroonmerries, eigenlijk naar alles. Alles op. Ruine hengsten. Dan zou je zeggen, dat belooft veel goeds voor de veulenprijzen dit seizoen. Ja, veulenprijzen. Wat denk jij? Ik verkoop ze niet, maar het zou kunnen dat ze duurder worden. Dan moet ik ook wat betalen wezen, hè. Ik wil een veulentje duur kopen, iemand moet ik afvakken tot 3 jaar. Kan zoveel gebeuren. Ja. Voeding, veearts, noem alles maar op. Staling en voordat je een paar 3 jaar hebt, heb je natuurlijk bijna dubbele kosten wat het veulen gekost heeft. Ja. Als je alles gaat tellen. En sommigen tellen niet alles, maar tel alles maar eens. Tel jij alles? Ik tel wel alles. En toch heb je nog paarden? Ja, gewoon doorgaan. Ja. hoe zie jij dat, Peter, over 5 of 10 jaar? Over 5 of 10 jaar, ja, ik weet niet, maar ik zou... Natuurlijk heeft iedereen heel grote doelen nog. Ik weet niet wat dat... Ik probeer natuurlijk met die volgende generatie nog van alles te bereiken. Hè. En dan hoop ik, er is een hele generatie jonge mensen aan de gang die les komen volgen. En ik hoop dat daar straks iemand tussen zit. Misschien haalt er iemand de Olympische Spelen, weet ik niet. Maar het zou wel heel mooi zijn, moest dat ooit gebeuren. Hè. Droom je daarvan? Gelijk. Ja, ik moet zeggen, toen we daarmee begonnen met Friesohuis bijvoorbeeld als project. En we hadden als doelstelling van bijvoorbeeld de Wereldruiterspelen of zo ergens iets te halen. Ja, daar zette toen iedereen zich echt voor in. En uiteindelijk is het ook gelukt. Hè. Is er iemand die het gehaald heeft? En er gaat denk ik toch ook iemand ooit dat stuk halen. Denk ik beslist. En of dat in 5 jaar is of in 10 jaar is, ik hoop dat ik het wel nog meemaak. Ja, ja, maar ik denk dat toch gebeurt. Dat denk ik wel. Ja, daar ben je wel van overtuigd. Maar het is jij een echte paar goede opkomst, hoor. Dat denk ik echt, dat dat kan. En ik weet niet of het voor Nederland is of voor wat voor land. Ja. Want het hangt natuurlijk van de concurrentie af in het land zelf. Hè? Ja. Dat is als je in een land zit wat heel hoog in dressuur is, draait, dan is de concurrentie zo groot. Precies. Maar ik denk echt dat het gaat gebeuren. Dat maakt ons ook niet uit dat elk land komt, als het maar vriesbaar. Nee, maar ik denk zeker dat dat kan gebeuren. Ja. Ja. Zou dat voor je zijn, Peter, of niet? Dat zou ook heel mooi vinden. Hè? Maar blijf even met beide voeten op de grond staan. Ja, en we gaan gewoon rustig verder gaan. Op de WK meegereden hebben ze toch dezelfde selecties voor de Olympische Spelen? Ja. In onze sport. Ja. Op de WK meerijden is toch in onze sport dezelfde kwalificatie. Ja. Nou, dat is al gebeurd. Ja. Dat gaat zeker weer gebeuren, dat weet ik zeker. Ja. Ja. En Piet, waar staan wij met ons paard als je het vanuit... Nou, we gaan zeker nog verder vooruit. En ik denk ook dat we hele stappen maken nog. En we hebben al hele stappen gemaakt. Die stappen zullen misschien niet zo snel meer gaan als dat we de afgelopen 30 jaar hebben gedaan. Nee, verwacht je niet? Nee, ik denk dat we hele grote stappen hebben gemaakt. Maar toch gaan we vooruit. En we blijven vooruit gaan en daar gaan we op selecteren. Ja. Ja. Mooi, mooi gezegd. Marijke, als jij nog een dringende vraag hebt, mag dat nog? En anders, kom maar op. Ik heb nog best veel vragen, hoor. Maar er is nog eentje, die komt ook binnen. En die zegt van, Elias, komt uit een onverwante lijn. Waar naar verhouding veel goede sportpaarden uit voortkomen. De fokkers wordt deze lijn duidelijk minder gebruikt. Laat de fokkers het criterium van het aanwezig zijn van lijn met veel predicaten op exterieur niet vaak te zwaar vragen. Oeh, dat is een vraag voor jou, Willem. Als je bij Elias kijkt, daar zit met name sportfokkerij achter. Prestatiemerrie. Hechten wij als fokkers niet wat te veel waarde aan predicaten zoals kroonster, model? Ja, misschien zijn prestaties... Misschien wel, maar de moederlijn van Elias is zeker niet slecht. Nee, het is geen slechte moederlijn. En ik denk gewoon, het moet een combinatie zijn. Ik vind bepaalde lijnen waarin dat je gewoon heel goede keuringspaarden hebt. Waarom zou je er niet even kijken van daar nog eens... interieur bij te mengen. Met zo'n beweging en zo'n exterieur daar gewoon een mooie combinatie uit te maken. Ik heb ook mooie sportpaarden gezien ook. Ja. En keuringspaarden, beide. Beide. Ja. Ja. En ik denk ook wat type, hij heeft een heel mooi exterieur en is ook commercieel gewoon dat mensen ook op het plaatje vallen wat er mooi uitziet, maar wat dat gewoon een mooie interieur, exterieur, goede beweging heeft. Ja, dat is typisch. Ja.
Dus het kan wel samen gaan. Het kan wel. Nou, ja. Dat is een mooie conclusie van de avond. Ja. Het kan allemaal samen gaan. Ja. Het kan allemaal samen gaan. Ja. Ja. En daar doen we met z'n allen ons best voor. Ja. Ja. Maar Rijke, nog een vraag? Ja, nog één vraag. Kom maar op. Doen nou, hebben ze nou hier? Hoe kun je fokkerij en sport dichter bij elkaar brengen? Aha. Dat gaat ervan uit dat er een gaatje zit tussen sport en fokkerij. Is dat zo, Piet? Ik denk met deze soort van avonden. Want ik vind het wel heel mooi om erover te discussiëren. En gewoon ook het verhaal te vertellen hoe dat wij er soms naar kijken. Want ik weet niet of dat alle fokkers altijd op de hoogte zijn. Hè, gelijk met die verkorte onderzoekshengst. Hè, die is toch een heel ander verhaal. Hè. De fokkers daar een beetje over inlichten hoe zoiets werkt. Daarmee krijg je toch dat de fokker een inzicht krijgt over de sport. Ja, gelijk de afzetmarkt, wie koopt die Friese paarden? Niet alleen maar de recreanten. Er zijn ook echt tegenwoordig mensen bewust op zoek achter een sportfries die de capaciteiten hebben om Pries en George en Hoger te lopen. Of dat ik ze daarin wil helpen om dat te vinden. Hè. Ik denk gewoon, met dit soort van discussies spreekt je natuurlijk die groep ook aan. Ja, dichter bij elkaar. Ja. Mooi wat hij zegt, het interieur van een paard. Ik had het nooit gehoord, het woord, maar ik vind het een mooi woord. Ja. Dat het samen gaat met... Met exterieur en gangen. Vind ik mooi. Ja. We hebben ook een sportindex nu bij de hengsten en bij de Merisse. Ja. En daar zit ook veel informatie uit. Om ermee verder te gaan. Ja, en dan kun je nog een hele discussie over die sporthengsten, over het lijstje. Want dat zijn natuurlijk de hengsten waarvan jij straks zegt, daar wil ik wel graag een nakomeling van hebben. Ja, we zijn er niet op uit om alleen maar touwtjespaarden te hebben. Nee. We zijn er op uit om paarden combi. Waar je wat mee kunt. Ja. Een mooie combi ervan te maken is altijd mooi. Want hij moet gewoon rastypisch blijven. Ja. Het moet geen KWPN'er worden. Hij moet gewoon wel een mooie uitdrukking van het Friese paard blijven behouden. Daar zijn we het gauw over eens. Ja. Heel goed. Nou, mooi. We gaan gewoon vaker van dit soort avonden organiseren. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor het komen vanavond en voor de discussie. En we zullen straks nog een drankje schenken. Want Willem, ik zie al, je hebt hem al een half uur op. Piet was eerder. Piet was eerder. Nou, ik weet niet. Dat gaan we zo doen. Nee. Bedankt dat jullie er wilden zijn en wilden vertellen over jullie passie. En elkaar inspireren daarover. Dank u wel ook voor alle kijkers thuis, lieve mensen. Fijn dat jullie zo enthousiast ook naar de college tours gekeken hebben. En alles zo gewaardeerd hebben. Reacties gegeven hebben, vragen gegeven hebben. We kunnen in ieder geval wel zeggen dat we volgend seizoen weer doorgaan met de college tours. Dan elke maand. Ik verwacht dat we rond oktober, november zullen starten. Dus de winterperiode is daar prachtig geschikt voor. En dan zien we u graag allemaal weer. En als u tips heeft of ideeën, laat het ons weten. Dan gaan we daar ook rekening mee houden, vanzelfsprekend. En voor nu, zaterdag zijn we er weer live met de locatiekeuring bij Albert Lux. Volgende week hier bij de Nieuwe Heuvel ook met de locatiekeuring. De hele zomer hebben we weer volgepland. En we zijn er zoveel mogelijk met de live camera bij aanwezig. Ik wens u een heel, heel mooi voorjaar. Met veel vrolijke, gezonde, fijne veulens. Want het seizoen is aangebroken. En volgens mij, vandaag voelden we het al een beetje in de lucht. Dus het komt mooie weer aan. Een fijn seizoen. En ik hoop dat we elkaar op de fokdagen gaan tegenkomen deze zomer. Dank u wel voor het kijken. Veel succes en tot ziens.